Welkom bij Pauline's podcast. Hier krijg je inspiratie over boeken en schrijvers, over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei en ondernemen. Wat ontzettend tof dat je podcast nummer 17 gaat luisteren. Vandaag hebben we Michael Pilacik te gast. We bespreken zijn boek Je bent zoals je denkt. Ook bespreken we al zijn andere boeken zoals Dans in de hemel, Master Your Mindset, Leef je mooiste leven, Think and Grow Rich en dan nu Je bent zoals je denkt. En natuurlijk de Meditation Moments app. In het gesprek verder hebben we het met Michael over hoe je negatieve gedachten kunt herkennen en dat een goede mindset hebben in deze tijd best lastig is. Al zijn plannen voor zijn live events en wanneer zijn boek, dus dit boek, Je bent zoals je denkt, in de Meditation Moments app komt. Hij staat al 20 jaar in verbinding met de bron en heeft heel veel kennis over persoonlijke ontwikkeling en mindset. En we bespreken hoe het onderwijssysteem op de schop moet, omdat het achterhaald is volgens hem. En hoe we jongeren beter kunnen bereiken, zodat ze meer gaan lezen en geïnspireerd worden. Ook bespreken we het collectief bewustzijn, hoe we dat kunnen vergroten door middel van die trilling. En bijvoorbeeld de volle maan meditaties die hij elke maand houdt. En hij vertelt hoe hij omgaat met weerstand en oordelen. En uiteindelijk willen we allemaal een gezond leven op een gezonde manier. En tot slot lezen we nog een stuk voor van het nawoord uit zijn boek. Veel luisterplezier! Nou, goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. We zijn al lekker de room aan het opstarten. Hij loopt goed vol. En we leggen net even uit hoe het programma een beetje loopt, zeg maar. Dat is bij iedereen een beetje anders. En dat we in ieder geval je boek Je bent zoals je denkt gaan bespreken. En dat eigenlijk. En wat het weer was buiten. Want dat is hier echt enorm anders weer, denk ik, dan bij jou in Spanje, of niet? Ik heb geen idee wat voor weer het bij jullie is op dit moment. Nou, helemaal bewolkt en niet echt heel florisant, zeg maar. Hier is het mooi. Het is een beetje, vanmorgen was het ook een beetje licht bewolkt, maar het was wel lekker. Maar nu schijnt de zon weer en ik denk dat het een graadje voor 28 is. Ai, heerlijk, heerlijk. Ja, ik zag laatst een verhaal op Insta voorbij komen dat je de belletjes van de schapen hoorde. En toen dacht ik, jeetje, dat is als je verhuist, heb je natuurlijk in elke omgeving weer een ander geluid. Ja. Fantastisch. Want die had je voorheen niet, denk ik, of wel? Nee, we woonden eerst aan de zee. Dus daar hadden we het geluid van golven en wind en meeuwen. En nu hebben we schapen en ezels en vogels. Het is een totaal ander geluid, andere omgeving. Een beetje gisteravond hadden we een soort 1001 nacht sprookjesnight. Oh. Met allemaal kaarsen in de tuin. En een heel bijzondere ervaring. Het was echt een beetje zo'n 1001 nacht sprookjes ervaring die we hadden. En lekker naar de sterren liggen kijken en liggen luisteren naar de stilte. Dat was heel mooi. Wauw, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat klinkt voor mij als een ideale vakantie, maar voor jou is het natuurlijk gewoon dagelijks. Wat... Ja. Ja, geweldig, geweldig. Is ook een ideale vakantie? Ja, nee, zeker, zeker. Maar voor sommigen is het wat korter, zeg maar. Dan, dat is een keuze. Ja, nee, klopt, ja. Even denken, zullen wij eens naar het boek gaan? Want ik heb jouw podcast met Giel Beelen bekeken. En er kwamen allerlei vragen in mij op. Maar wat zijn de reacties op jouw boek en jouw podcast met Giel die je hebt ontvangen, zeg maar? Nou, ik moet zeggen, op het boek Je bent zoals je denkt zijn de reacties beter dan ik had kunnen dromen en kunnen verwachten. Ik had niet verwacht dat het zoveel reacties zou opleveren en ook niet zoveel positieve. Ik heb echt heel veel mooie reacties. Ik krijg, ik wil niet overdrijven, maar echt honderden berichtjes elke dag al wekenlang. Daar ben ik heel positief door verrast. Heel blij mee ook natuurlijk. Maar dat kwam toch wel een beetje als een verrassing. Dat heb je niet met ieder boek. En de podcast met Giel vorige week. Het is een beetje tweeledig. Precies wat er in de wereld gebeurt en waar ik al heel lang over spreek. Dat heel veel mensen het mooi vinden en fantastisch wat ik daar allemaal vertel. En dat is ook leuk om te horen natuurlijk.
En dat is ook de intentie die ik heb. En ja, er zijn toch ook heel veel mensen die dat anders horen, daar moeilijk mee om kunnen gaan en direct in de weerstand schieten en boos worden. En wat me vooral opvalt, als je naar de Koekeroe podcast kijkt, dat er best wel wat mensen zijn die zeer ongenuanceerd reageren. Ook absoluut overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Nou, daar gaat alles over wat ik doe. Mindset, ja. Mensen denkt. En heel erg dat conflict opzoeken. Terwijl ze zelf van mening zijn dat zij dat niet doen, maar dat dat aan de ander ligt. En dit is een beetje het probleem in de wereld. Dat veel mensen blind zijn, anderen de schuld geven en zich daar zelf schuldig aan maken. Nou ja, als ik dat zeg, krijg ik ook alweer een lading ellende over me heen. Wat me overigens nooit raakt. Maar het is wel een zorgelijke situatie die ik waarneem. Hoe agressief en hoe geïrriteerd en hoe boos of hoe bang mensen op het moment zijn. En dat ook op die manier uiten. En wat gewoon heel, heel erg verbazingwekkend is, maar dat zie ik sowieso altijd op social, dat mensen discussies gaan voeren, bijvoorbeeld zoals in dit geval onder een bepaalde podcast, over allerlei onderwerpen die ik niet gezegd heb. Ja. Nou, bijvoorbeeld even. Ik weet niet even het specifieke voorbeeld, maar ik lees al die reacties. Ik probeer er doorheen te scrollen elke dag. En dan zie ik dat mensen het niet met mij eens zijn over dingen die ik niet heb gezegd. Wow. Dus zij horen iets anders dan wat ik zeg. Laten we zeggen, ze verdraaien mijn woorden naar hoe ze dat zelf ervaren. Plakken daar nog wat eigen interpretaties op. En zeggen dan, daar ben ik het niet mee eens. En dan reageer ik ook. Ik zeg, nou ja, dat is prima. Want dat heb ik namelijk ook echt niet gezegd. Ja. Niet. En wat je dan vaak ziet ontstaan, is dat er 100 reacties opkomen en mensen allemaal met elkaar in discussie gaan over iets wat ik niet gezegd heb. Dat ik denk van, dit is interessant. Fantastisch. En als je dat nu even uitvergroot naar de wereld, is dat ook wat er heel veel gebeurt. Er worden heel veel discussies gevoerd die niets te maken hebben met de kern van de zaak. En dat is een kwestie van gebrek aan bewustzijn. He, mensen leven zo erg in hun eigen wereldje dat ze niet meer zuiver en objectief kunnen waarnemen wat er daadwerkelijk gebeurt en willen daar ook niet voor openstaan. Precies, dat laatste ook. Ja. Dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. En heb je het idee dat dat versterkt is sinds de afgelopen anderhalf jaar, zeg maar? Nou, kijk, ik denk dat dat altijd wel zo geweest is. En met altijd bedoel ik echt gewoon al heel lang, tot in de eeuwigheid. Maar wat je ziet, kijk, verdeeldheid is er altijd geweest. Alleen het laatste jaar is dat heel duidelijk geworden. En op dit moment wordt dat heel duidelijk. Het is niet anders dan voorheen. Alleen mensen spreken zich nog meer uit en worden in mijn optiek wel meer dan tevoren tegen elkaar opgezet. En ik denk dat dat geen goede ontwikkeling is. Ja, en dan heb je het denk ik over de twee kampen, bijvoorbeeld met corona en vaccinatie. Ja, het is nu natuurlijk een heel duidelijk topic. Je bent voor of je bent tegen. En misschien dat daardoor mensen eerder de ander proberen te overtuigen van hun eigen mening. Wat begrijpelijk is. En daar heb ik ook respect voor. Ik heb hier ook veel gasten die allemaal een andere mening hebben dan ik. Maar dat is geen enkel probleem. Wij kunnen daar gewoon over praten. En ik kan ook mijn standpunt uitleggen. En ik begrijp ook dat het best voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen is. Dat er zoveel verschillende denkbeelden kunnen zijn. Ja, dat is precies waar het boek over gaat. Je leeft in je eigen werkelijkheid. De werkelijkheid of de waarheid die je zelf creëert. En dat is voor heel veel mensen zo moeilijk te begrijpen. Iedereen denkt dat de werkelijkheid zoals jij die ziet, dat dat de realiteit is. Maar dat is verre van. Het is echt jouw interpretatie. Het is je eigen waarheid, ja. Het sprookje, toneelstuk wat jij ervan gemaakt hebt. Maar het is niet de absolute waarheid. Ja. Ja, nee, die eigen waarheid, dat is natuurlijk. Ik kan er verder van alles over zeggen. Maar laten we inderdaad gewoon op de positieve dingen richten in het leven. Daar word ik in ieder geval een stuk gelukkiger van.
Even kijken, want hoe ben jij tot... het boek Je bent zoals je denkt is gebaseerd op... eigenlijk of geïnspireerd op As a Man Think It van James Allen... en The Science of Getting Rich van Wallace D. Wattles. Waarom deze twee boeken bij elkaar? Nou, ik hou zelf erg van een aantal boeken die ik heel veel gelezen heb. Mm-hmm. De meest bekende Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Die heb ik toen in 2016 vertaald. Ja. Omdat ik persoonlijk vond dat de vertaling die er was... de Denk Groot, Word Rijk... waarvan ik de titel al misleidend vond, uiteindelijk... nadat ik hem ook een keer of 20 had gelezen. Maar ik vond het gewoon slecht geschreven. Daar kwam het op neer. Ik wil heel veel respect naar degene die dat vertaald heeft. Ik heb daar veel aan gehad. Maar toen ik ook heel veel verschillende Engelse versies had gelezen... merkte ik dat het niet meer helemaal aansloot bij het originele gedachtegoed van Napoleon Hill. En dat het verouderd was. Ik denk dat een vertaling uit de jaren 80, 90 is. Dus ik dacht dat ik dat beter en mooier kon vertalen. Sowieso mooier, met mooiere woorden, mooiere zinnen. Begrijpelijker maken. Mm-hmm. En ik heb zoveel aan het boek gehad. Het boek heeft voor mij echt grotendeels mijn leven bepaald. Dat ik vond dat ik op zijn minst dat boek zou kunnen vertalen... om dat weer door te geven aan heel veel andere mensen, wat gelukt is. Er waren nog een paar boeken, zoals The Richest Man of Babylon van George Clason... en The Science of Getting Rich van Wallace D. Wattles en James Allen As a Man Think It. Dat zijn een beetje mijn boeken. Mm-hmm. Daarvoor hebben we toen ook de Invictus Library opgericht. Dat is onze eigen uitgeverij, ja, met de oude klassiekers opnieuw bewerkt. En ik had Wallace D. Wattles al vertaald een jaar of denk 2 jaar geleden... samen met Sjors Sommer, doe al die vertalingen met Sjors. En dat is een klein boekje. En toen gingen we James Allen vertalen... wat ik echt een van de allermooiste boekjes vind die er is. Maar dat is echt een heel klein boekje. En toen had ik zelf wel het idee van... ja, 2 van die hele kleine boekjes, kunnen we die dan niet beter samenvoegen? Mm-hmm. Dat was het basisidee, om die met elkaar uit te brengen als 1 boekje. Je moet het toch drukken, je moet het toch maken. Wij maken dure boeken met hardcovers, mooie kwaliteit. Dus, ja, die paar pagina's extra maakt dan niet zoveel uit. Maar dan heb je voor een acceptabel bedrag wel een heel mooi boek... waar dan die 2 boeken in zitten. Dat was de basis. Oh. Alleen toen ging ik die James Allen vertalen. En dat is niet eenvoudig, dat is een moeilijk boek. En ik bleef herschrijven en herschrijven. En uiteindelijk ging ik zoveel van mijn eigen woorden daarin schrijven. En zoveel inzichten van mezelf daarin brengen. En zoveel eruit halen waarvan ik dacht van... nou, dit voegt eigenlijk niks meer toe. Of dit is verouderd, dit hebben we niet nodig. Dat Sjors en ik vonden dat het een heel mooie bewerking was geworden. Maar daarna zeiden we... ja, dan moeten we eigenlijk die Science of Getting Rich... ook op die manier nog eens aanpakken en daardoor heen gaan. En uiteindelijk heeft het daardoor... ruim 1 jaar geduurd voordat we alles af hadden. En gaandeweg ben ik er steeds meer bij gaan schrijven. Waardoor ik dacht van, nou, ik schrijf er een lang intro bij en een lang nawoord. Mm-hmm. En toen we daar naar keken in het geheel, hadden we allebei het idee van, ja, dit zijn en geen vertalingen meer. Dat mag je zo niet noemen. Het is ook niet echt een volledig eigen boek, want het is heel erg gebaseerd op die andere 2 boeken. En ergens in het boek stond, je bent zoals je denkt. En toen zei ik van, ja, dit is eigenlijk een fantastische titel... om dit boek als nieuw boek uit te geven. En daarna ben ik nog wat dingen gaan veranderen en toevoegen... waardoor ik ook zei, ja, dan is het eigenlijk wel gebaseerd op... maar toch wel mijn nieuwe boek met mijn zienswijze. Ja, nou, mooi. Mooi om die 2 inderdaad zo... Ja, het is een beetje een lastige combinatie dan. Ik snap dat dat... dat je er een vorm aan moet geven en ook die het beste bij je past natuurlijk. Ik moet zeggen, ik heb hier al jouw boeken staan. Mm-hmm. En ik ben begonnen zoals je ze ook uit hebt gegeven. Dus begonnen met Dance in the Hemel, To Master Your Mindset, Think and Grow Rich. En nou ja, ik heb, even kijken, The Science of Getting Rich, die heb ik hier ook staan. Daar ben ik helaas nog niet aan toegekomen, maar... nu dan je bent zoals je denkt. Ik vind de opbouw ook in jouw boeken vind ik heel logisch. En volgens mij, dat raad ik ook iedereen aan... als je met Think and Grow wil beginnen, dat is best wel pittig. Ja. Start dan eerst met de anderen, weet je wel zo. Eerst een modelletje. Maar ik vind, je schrijft heel helder. Vooral in Master Your Mindset. De 12-stappen-strategie vind ik ook heel praktisch. En...
Ja, het heeft mij heel veel gebracht. En ik wil je ook nog even complimenteren over je app, want ik hoor jou dagelijks. Je gaat mee naar bed en ik sta ermee op. En nu praat je terug. Het is echt fantastisch. Dus het heeft mij heel veel rust gebracht. Innerlijke rust en rust in mijn hoofd. Zelfvertrouwen. En ik denk, ik beveel het ook aan andere mensen aan die struggelen met onrust in hun hoofd. En die koppelen dat dan later terug en die zeggen, het werkt gewoon. Het is heel fijn. Wat fijn, hè? Ja. Dus, ja, daar doen we het ook voor. Ja, maar dan nog. Ik kan het niet vertellen of ik kan het wel vertellen. Dus mij heeft het heel veel gebracht. En ik vind het heel fijn. Je hebt natuurlijk een hele fijne stem, dus dat werkt natuurlijk ook mee. Maar de boeken die je na kan luisteren in de app vind ik ook heel fijn. En daar komt mijn volgende vraag. Wanneer heb je bent zoals je denkt in de app? Nou, ik ga vanmiddag... ik ga vanmiddag even kijken hoe lang ik erover doe om een pagina in te spreken. Oh ja. Dus ik ga twee pagina's inspreken. En dan weet ik ongeveer van, als twee pagina's zo lang duurt, dan kan ik doorrekenen, het zijn geloof ik 170, 180 pagina's, hoe lang ik daarmee bezig ga zijn. Nou, ik heb zelf een beetje uitgerekend dat ik ongeveer 3 tot 5 weken aan het lezen zal zijn. Ik begin niet van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Dat trek je met je stem niet en dan ga je dat ook horen. Dus ik denk dat ik 2 of 3 uur per dag kan inspreken. Je moet ook meditaties doen, andere dingen. Weet je, kan niet alleen maar inspreken. Dus ik heb voor mezelf zoiets van, 3 tot 5 weken. Meestal wordt het dan 6 tot 10 weken. Want als je naar de realiteit kijkt, dan zijn er tal van andere dingen. De app, dat is echt een bedrijf waar we elke dag meetings hebben. Ik moet meditatie bedenken, inspreken, editen. Dus ik kan niet alleen maar inlezen. Dus dan ben ik heel realistisch. Ik weet gewoon, als iets bij mij 2 weken duurt, dan duurt het 4 weken. En dan ga ik daar een beetje gemiddelde van nemen. Want ik denk van, 10 weken duurt te lang. En als ik nu deze week begin, ik had het er gisteren over met het team van de productie. Ik zei, dan moet het zo'n beetje wel half oktober klaar zijn. Ik heb ook nog deze maand voor het jaarprogramma van Leef Je Mooiste Leven hebben we 2 dagen groot live event. We hebben een breathwork sessie live. En dan begin oktober doe ik 2 dagen het Business Maximum Potential live. Live als in online, vanuit onze nieuwe studio waar ik nu zit. Mm-hmm. En dat betekent dat er veel dagen verloren gaan. Ik moet ook heel veel voorbereiden. Ja. Dus ik denk zo'n beetje dat ik half oktober klaar ben. Ja. En dat we het dan uiterlijk half november in de app kunnen hebben. Oh, dat is al best snel. Ja. Ja. Nou, mooi, mooi. Nee, dat is fijn, want ik wandel veel en dan is dat heel erg prettig om... Ik hoor dat vaak. Ja. Nee. Oké, mooi. Even denken, want ik vind in jouw boeken, het gaat natuurlijk over gedachtes. De kracht van gedachten. En je geeft ook aan in je inleiding hoe je door middel van die gedachten je dagelijkse leven vormgeeft. En waar heb jij gemerkt dat de meeste mensen op stuk lopen? Nou, op zichzelf. En op het niet juiste zelfbeeld. De meeste mensen lopen eigenlijk vast. Dat durf ik nu wel te zeggen. Nu ik dit echt wel 1 jaar of 8 doe al. Mm-hmm. Echt vele duizenden mensen heb gesproken en gezien en heb gecoacht. Plus dat ik natuurlijk best wel wat ervaring heb doordat ik met heel veel andere coaches werk. Ja, mensen lopen vast in zichzelf. Omdat ze zichzelf verkeerd zien. Daardoor verkeerd onjuist de wereld inkijken. Dus een totaal onjuiste weergave krijgen van de realiteit. Moeilijk met zichzelf, met hun gedachten en emoties kunnen omgaan. En dat heeft allerlei oorzaken. Dat kan te maken hebben met je ouders, het familiesysteem. Toevallig net weer een nieuwe podcast met Els van Stijn opgenomen daarover. Dat zit zoveel dieper dan je zou denken. Hey, want waarom doe je wat je doet? Waarom reageer je op een bepaalde manier? Waarom kom je altijd de verkeerde mensen tegen? Waarom heb je altijd de verkeerde partner? Waarom voel je je af en toe zo ellendig? Nou ja, ik merk gewoon echt dat
het gebrek aan bewustzijn, als je het samenvat, is het een gebrek aan bewustzijn dat maakt dat mensen vastlopen in zichzelf. En ik spreek uit ervaring, want ik heb dat zelf jaren mogen meemaken ook. En ik had dat niet door. En dan kom je op wat ik wel eens roep van je weet niet wat je niet weet. Mm-hmm. Ik wist ook niet wat er met mij eigenlijk niet goed was. En als ik niet weet wat er mis is, kan ik het niet oplossen. Ja, als je een lekkage hebt in je huis, dan weet je waar het lekt, maar waar het probleem wordt veroorzaakt, dat weet je vaak niet. En je moet dus op zoek gaan om te kijken van ten eerste, wat zijn de problemen waar ik in mijn leven tegenaan loop? Wat zijn feitelijk mijn levensthema's die steeds terugkomen? Wat is de bedoeling van dit bestaan voor mij om te leren? En als ik dat dan weet en ik erken dat, wat ook heel moeilijk is. Ik vond het ook heel moeilijk om te erkennen waar ik zelf in stuk liep. Ik was het daar niet mee eens. Ik vond het vervelend. Het lag natuurlijk niet aan mij. Het lag altijd aan andere mensen. Pas dan kun je in staat zijn om naar iemand toe te gaan. En dat is ook nog eens heel moeilijk. Te vragen, wil je mij hierbij helpen? Want niemand kan dit alleen oplossen. Werkelijk niemand. Dus je hebt mensen nodig die, daarvoor zeg ik, daar heb je een coach voor nodig. Een goede spiegel die jou dat inzicht kan geven, wat heel belangrijk is. En vervolgens die je aan de hand kan nemen, niet jouw problemen gaat oplossen. Dat moet je nooit doen. Maar je hebt iemand nodig die jou de richting wijst waar jij jouw antwoorden kunt gaan vinden. Nou, dat is een best wel complex verhaal. Het is ook niet iets wat je in een week of in een paar maanden allemaal oplost. Maar ik heb hier een paar jaar aan gewerkt voor mezelf. En ik moet zeggen, ja, dat heeft me wel echt totaal een ander mens gemaakt. Waardoor ik al die bagage, al die ankertjes, al die probleempjes die ik continu maar meenam in mijn leven, op mijn schouders droeg, letterlijk. Waardoor ik heel vaak pijn in mijn nek en in mijn rug had en pijn in mijn hoofd. Daar heb ik helemaal geen last meer van. Het voelt een stuk lichter. Maar het was niet eenvoudig om dat hele proces doorlopen. En ik had laatst, hadden we een discussie hier op Clubhouse. En ja, dat ging over, wie is dan jouw beste coach? Vind jij dan dat dat een ervaringsdeskundige moet zijn op jouw vakgebied of juist niet? Of hangt dat van de situatie af? Wat is een ervaringsdeskundige? Nou, iemand die dezelfde problemen heeft gehad als jij, zeg maar. Ja, ik vind dat altijd heel gevaarlijk. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het heel goed is om iemand te hebben die dezelfde problemen heeft gehad als jij. Mm-hmm. Maar het is wel heel fijn als die persoon dat echt heeft opgelost en echt volledig achter zich heeft gelaten. En dat laatste, dat zie ik zelden gebeuren. Ja, de ervaringsdeskundige is belangrijk. Want ik kan jou pas leren zwemmen als ik zelf kan zwemmen. Want als ik het water inspring om jou te redden, dan verzuipen we allebei als ik niet kan zwemmen. Maar ik gebruik deze metafoor vaak. Ja, ik heb hem gehoord. Dat was mooi. Ja. Als jij in het water ligt en iemand komt jou uit het water redden, is het niet zo dat jij vervolgens zwemles kunt geven. Nee, precies. En die fout wordt te veel gemaakt, vind ik. Dat mensen die iets hebben ervaren, een scheiding of een burn-out of iets vervelends, traumatisch, die denken door die ene ervaring deskundig genoeg te zijn om anderen te helpen. Maar je bent deskundig op een heel klein specifiek gebiedje wat betrekking had op jou. En voordat je heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende situaties kunt helpen, zul je echt onderzoek en studie moeten doen. En dus ja, je hebt die deskundige nodig. Je hoeft niet altijd een coach te hebben. Iemand die zich uitgeeft als coach. Maar wel iemand die heel zuiver kan kijken en waarnemen. En ook de waarheid durft te spreken. Waar je het vaak niet mee eens bent. Zeker in het begin. En niet met jou meepraat. Want de meepratende coach, die zijn de ergste. Dat verergert het probleem alleen maar. Ja, nou heb je denk ik aan Dan Pena dan wel een goeie. Of niet? Ja, dan heb je daar zeker een goeie in. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb Dan nooit als heel erg persoonlijke ontwikkeling leraar gehad. Het was meer zakelijk. Oh ja, ja. Ik heb natuurlijk op het gebied van mindset en eigenwaarde en zelfvertrouwen. En het interesseert me echt helemaal niets wat anderen van me vinden. Dat heb ik wel van hem geleerd. Ja. Dus er zit een heel belangrijk stuk
persoonlijke groei in wel. Ja. Maar ik heb wel, doordat ik heel veel verschillende leraren heb, van hem een bepaalde visie gehad. En van Egon Massink en van Rajiv Patel en Tuku Lobsang. En ik heb er nog een aantal. Ik denk dat het belangrijk is dat je meerdere leraren hebt. Die hoef je niet allemaal tegelijkertijd te hebben natuurlijk. Maar dat je je niet vastklampt aan één leraar. Want net zoals ik altijd zeg, je moet naar me luisteren. Of je moet, ik denk dat het goed is om naar me te luisteren. Ik denk dat ik een hoop zinnige dingen kan meegeven. Maar luister niet alleen naar mij. Luister ook naar andere mensen die andere inzichten hebben, andere kennis en ervaring hebben. En voeg dat samen tot jouw leraar. Creëer je eigen leraar uit verschillende leraren. Ja, ja, dat je eigen visie. Ja, precies. Ja, ik snap hem. Ja. Nee, dat klinkt. Je moet het niet klakkeloos overnemen. Je moet wel zelf blijven nadenken. Ja, dat is altijd goed, toch? Ja, vooral. Ja, maar dat doen niet veel mensen. De meeste mensen. Is dat zo? Ja? Nee, de meeste mensen denken niet. Dat klinkt heel onaardig en bot, maar. Ja, dit is gewoon een feit. Oké. Okay. Oh, dit verrast me een beetje. Nee, ja. Neem over, Pauline. Grijp maar eens even in. Nu gaat het fout. Neem over wat de coach zegt. Van ik ga dat doen. Ik ga dat precies doen wat diegene zegt. Want diegene heeft meegemaakt. Dus ik ga dat ook allemaal letterlijk één voor één. Stap voor stap zo doen. Ja. En het klakkeloos volgen wat hen geleerd wordt. Zonder inderdaad wat net gezegd werd. Van verschillende beelden. Verschillende mensen die je als leraar zien. En dat samenvoegen voor jou wat voor jou werkt. Ik denk, daar ben ik denk ik dan te eigenwijs voor of zo. Kan dat? Ja, maar kijk, het verschil met een mening hebben of denken is een heel groot verschil. Wat ik net ook zei. Heel veel mensen die dumpen al hun meningen maar op social media. Zonder daarover het nagedacht te hebben. Ja. Omdat zij een zeer beperkte visie hebben. En er bijvoorbeeld al van uitgaan dat die denkwijze die ze hebben. En die mening, dat die juist is. Totdat je erover na gaat denken. En nadenken betekent. En nadenken is een vaardigheid om vraagstukken op te lossen of conflicten op te lossen. En dan ga je nadenken over je eigen gedachten. Is het waar wat ik denk? Is mijn oordeel of mijn mening, is die juist? Zo ja, hoe weet ik dat die juist is? Waar is die op gebaseerd? Het is een beetje Byron Katie. Ja, een soort gewoon zelfreflectie. Dat je. Zou het kunnen zijn dat ik het niet helemaal juist zie? En zou er ook een andere waarheid kunnen zijn? En zou ik daar ook in kunnen geloven? Nou, als je dat hele proces bent doorlopen, en dan moet je echt wel een paar uur of soms een paar dagen voor hebben nagedacht, dan kun je een redelijk oordeel vellen. En dan kun je zeggen, nou, ik kies nog altijd voor mijn eerste mening, daar blijf ik achter staan, want ik heb het nu onderzocht. Maar dan weet je waar je over praat. En er wordt veel gepraat zonder dat er na wordt gedacht. Ja. Ja, nou vooral denk ik in die comments. Dat is natuurlijk heel makkelijk om heel je mening te ventileren of door te douwen. Want, of een ander proberen te overtuigen. Want dat is natuurlijk ook vaak wat er gebeurt. Ja. Maar het is herkenbaar hoor. Ik heb het zelf ook. Weet je, ik zit niet zo heel veel op social media. Behalve om alle reacties te bekijken. Want ik vind dat is een soort. Ja, het is mijn werk. Dus ik vind het ook een soort plicht dat ik dat lees. En waar nodig daarop reageer. Dat doe ik zelf. Dat laat ik niet door andere mensen doen. Maar ik lees ook wel eens vooral op Twitter dingetjes. Dat je zo in de emotie kunt schieten. Omdat je voelt het onrecht. De onmacht. De pijn. En dan roep ik ook wel. Ik reageer ook wel eens ongenuanceerd. Daarna denk ik van ja, dat is zo niet slim. Zo vanuit primaire emotie. Dat je reageert. En dan wist ik het daarna ook weer. Want dat is dan niet goed. Zo had ik het niet bedoeld. Omdat ik er daarna pas over na ga denken. Maar ik snap dat er in een situatie zoals deze heel veel mensen, en net als in een scheiding, of als je in conflict zit met collega's of op je werk, dat je heel, heel erg vanuit die emotie gaat reageren, volledig niet meer helder kunt denken. En dat is ook iets op je eerdere vraag te antwoorden. Het moeilijk of niet kunnen omgaan met emoties is wel iets waar heel veel mensen last van hebben. Wat logisch is, hè? Dat is een proces, een leerproces voor het leven. Ja, terwijl natuurlijk emoties, die zijn ook nodig om je dromen waar te maken. En dat beschrijf je tenminste in Think and Grow Rich. Ja.
Ja, zonder die echte, dat passievolle... Ja, kan dat niet. Nee, dus eigenlijk is het... ja, de kunst is... twee kanten. Ja, precies. Het is goed, maar je moet wel weten wat er gebeurt. Ja, ja, interessant. Ja, ja. Nee, ik denk ook dat balans vinden in jezelf... Ja, daar hoort natuurlijk ook die emotiespiegel bij. Dat lukt de ene daar dag. Daar heb je rust en stilte voor nodig. Ja, ja. En mediteren is dan één ding. Ja, nee, mooi. Ja. Even kijken hoor. Want je hebt het in jouw boek over de wet van de aantrekking en creatie. Uh-huh. En zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe dat. Want daar zit ook natuurlijk die emotie in. Hoe dat proces. Ja, hoe je dat. Zo volledig kan benutten? En wat bedoel je met volledig benutten? Nou, hoe kan je ervoor zorgen dat de wet van aantrekking... dat je die maximaal inzet? Ten eerste door erin te geloven. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk. Maar hij werkt ook als je er niet in gelooft. Met name... Het is een kosmische wet, het is net als de zwaartekracht... en de wet van de elektriciteit en de wet van wederkerigheid. Dat zijn wetten die er zijn. Die kunnen wij niet beïnvloeden. Althans, ik denk dat wij mensen op dit moment in de tijd... niet bij machten zijn om die natuurwet te beïnvloeden. En deze wet van aantrekking en creatie, is ook een wet waarvan ik zeg... van, nou ja, die is denk ik ontstaan op het moment dat dit leven, dit universum is ontstaan. Daar heb ik een jaar of 20 mee in verdiept. Er zijn heel veel mensen die dit al hebben uitgezocht. Dat heb ik niet gedaan. Maar het is dus iets dat werkt op vibratie en energie. En op het moment dat... jij een negatieve energie bij je draagt en een negatieve levensfrequentie leeft. En je, laten we zeggen, je bent een negatieve magneet, dan trek je veel negatieve dingen aan. Dat gebeurt vanzelf. Dus daar moet je waakzaam voor zijn dat zo is. Want het gebeurt vanzelf, omdat een magneet trekt nou eenmaal alles aan wat naar die magneet wordt toegetrokken. Of die magneet of die spijker dat nou wel of niet wil, dat gebeurt gewoon. Dat kun je niet controleren. Maar als je het positief wilt gaan inzetten, dan moet je ten eerste heel duidelijk zijn in wat je wilt. Dat is belangrijk. Want je moet het voor je kunnen zien. Feitelijk zou je kunnen zeggen, je stelt jezelf iets voor. Een visualisatie, een moment in de toekomst waarvan je zou willen dat je leven er op die manier zou willen... dat je het wil dat het er zo uitziet. Of iets wat je heel graag wil doen of wat je heel graag wil hebben. En je moet dat je voorstellen alsof je dat op dat moment al meemaakt. Dat het al gerealiseerd is. En zoals ik het zie is wat er feitelijk gebeurt... is dat jij jezelf steeds meer daar naartoe laat trekken. Dus ik geloof er niet in dat je dat wat je verlangt naar jou toe trekt, dat het naar jou toe komt. Maar dat jij jezelf toetrekt naar datgene waar je naartoe wilt. Dat doel of die bestemming. En dat doe je door op de juiste vibratie te gaan trillen, de juiste frequentie te gaan leven. Nou, dit klinkt natuurlijk allemaal heel wauws en hocus pocus. Ik heb het ook jaren heel moeilijk gevonden om te begrijpen. Ik volg Bob Proctor al een jaar of 20. En in het begin, ik begreep er geen ene moer van. Joh. En Esther Hicks en weet je, Wayne Dyer. Het klonk allemaal mooi en het is fantastisch wat ze vertellen. Maar ja, hoe dan? Alleen wat ik wel wist, is dat eigenlijk... ik dit altijd heb toegepast, onbewust al, toen ik een jaar of 14, 15 was, deed ik dit al. Zonder dat ik van die wet iets wist, of ik kan me er nog nooit echt in verdiepen. Maar ik deed het gewoon en het bleek te werken. Het werkte eigenlijk altijd. En later, toen ik in aanraking kwam met Think and Grow Rich, toen pas dacht ik van, wow, er is een boek over geschreven. Toen bleek dat er heel veel boeken over waren geschreven. Ben ik me erin gaan verdiepen van, ja, wat is het dan en hoe werkt dat dan? En dan krijg je natuurlijk ook de vraag van... ja, waarom werkt dat dan voor mij wel? En werkt dat dan voor iedereen? Werkt het ook voor
mensen die in Afrika wonen en helemaal niks hebben en moeten zien te overleven. Want waarom denken die mensen dan niet, geef mij ook een normaal leven? Nou, dat zijn complexe vragen die ook wel te beantwoorden zijn, maar dat is een ander onderwerp. Maar als ik puur naar mezelf kijk, en dat moet je doen natuurlijk, het gaat niet om de rest van de wereld, het gaat niet over mensen aan de andere kant van deze planeet, het gaat over jou. Werkt het voor jou? En als het voor jou werkt, en ik durf te zeggen, voor de meeste mensen werkt het. Alle mensen die mijn programma's hebben gevolgd, boek hebben gelezen, die sturen me dan na verloop van tijd een mailtje, of na een jaar, of na twee, of na vijf jaar sturen ze me berichten. Kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. Het is gelukt. En dat zijn inmiddels echt duizenden mensen. Dat ik denk van, wauw, dit is tof. Daar moet ik wel bij zeggen, ik denk dat we praten over 2-5% van de bevolking. En net zoals mensen die mijn boeken lezen, mij volgen, programma's volgen. Dat is maar een hele kleine doelgroep. Soms lijkt het veel als je in dit soort groepen zit. Maar dat zijn er maar heel weinig. De meeste mensen vinden het raar, geloven er niet in. Gaan liever klagen te kruipen door het leven. Hebben overal wel een excuus voor. Dus het is maar voor een hele kleine doelgroep die zich hiermee bezighoudt en die erin gelooft. Maar als je erin gelooft en je gaat ermee aan de slag en je gaat boeken lezen zoals Master Your Mindset en Think and Grow Rich, dan garandeer ik je voor 99% zeker dat het gaat werken. Het is namelijk een wetmatigheid. Net zoals als wiskunde en rekenkunde. En dat staat mooi uitgelegd in The Science of Getting Rich, wat dus onderdeel is van Je Bent Zoals Je Denkt. Het is een wetmatigheid die werkt als jij doet wat er van je wordt gevraagd. En ja, als ik naar mijn leven kijk, en ik heb daar meerdere mensen over gevraagd, van ja, wat vind je ervan? Iedereen zei, ja, in het begin dacht ik ook van, ja, het zou toeval kunnen zijn. Maar als je het een jaar of 30 in je leven hebt toegepast, en dat is natuurlijk je eigen perceptie van de werkelijkheid, want misschien als je het niet had toegepast, was het ook allemaal zo gelopen. Ik geloof daar niet in. En dan denk ik van, ja, het kan niet zo zijn dat alles wat ik in de afgelopen 30, 35 jaar heb gedaan en voor elkaar heb gekregen, waarbij niet alles is gelukt overigens. En je krijgt niet altijd wat je wilt. Maar er is zoveel gelukt en ik heb zoveel geluk mogen hebben in mijn leven. Dat niet anders kan zijn dat die wet of die wetmatigheid mij daarin heeft bijgestaan. Anders had ik dit nooit voor elkaar kunnen krijgen. Wauw, ja, nee, dat geloof ik. Want je hebt dan de wetmatigheid van aantrekking en creatie. Maar wat is dan het verschil met manifesteren? Of is dat eigenlijk hetzelfde? Wat is manifesteren? Manifesteren is volgens mij dat je zorgt dat het waar wordt. Of dat het gecreëerd wordt. Dus eigenlijk is dat dan toch hetzelfde? Ja, dat is hetzelfde. Alleen, ik lees natuurlijk ook wel eens berichtjes of artikelen over manifesteren. En dat komt bij mij dan wel eens over van, nou ja, ik heb het universum ingestuurd en dan moet ik gewoon wachten totdat het voor elkaar komt. Ik hoef verder niks te doen. Zo'n Dropbox, ja. Ja, en ik heb er ook best wel wat discussies over gehad met verschillende mensen die zich heel erg met deze materie hebben bezig gehouden. En er zijn er wel mijn eigen coaches die zeggen ook, nee, je hoeft het alleen maar uit te sturen. Met een zuivere intentie vanuit je hart stuur je het universum in. En laat het voor wat het is. En dan zal je zien hoe het loopt. Nou, ik ben iets pragmatischer. En daarom heb ik er een wet van aantrekking en creatie van gemaakt. Ik trek het niet alleen aan. Ik laat me aantrekken door datgene wat ik wil behalen. Maar ik creëer het ook zelf. Door bijvoorbeeld die 12-stappen-strategie door te visualiseren. En wat heel belangrijk is, er zijn eigenlijk een paar hele belangrijke stappen. Het begint met dankbaarheid. Als je geen oprechte dankbaarheid toont en je leeft niet vanuit oprechte dankbaarheid, dan werkt de hele wet niet. De wet is gebaseerd op de vibratie van dankbaarheid. Daar begint alles mee. Maar vervolgens is het ook wederkerigheid. Je moet iets teruggeven. En meestal moet je meer teruggeven dan dat jij vraagt. Dus als jij denkt of niet bereid bent er iets voor terug te doen, dan gaat het jou niet gegeven worden. En wat ik daarmee bedoel is, je moet iets offeren, iets geven aan een ander, aan de mensheid, waardoor het leven van iemand anders of jouw bijdrage aan het grote geheel, dus aan de samenleving, aan de wereld, dat je iets doet, iets goed doet, waardoor jij een soort bonuspunten krijgt, probeer het simpel uit te leggen.
Dat ze zeggen, nou, nu heb je je zegeltjes gespaard. Ja. Nu krijg je je beloning. Maar het is niet zo dat als jij er niets voor doet, dat je maar kan wensen en manifesteren. Want het gebeurt gewoon niet. Het is absoluut een nonsens. Nee, die actie die moet er zeker bij zitten. Die moet er zijn. Ja. Ja, maar mij is bijvoorbeeld vroeger nooit geleerd om duidelijk te hebben wat je verlangt. Ja, achteraf kan ik een aantal dingen terugkoppelen dat ik het toen deed en dat ik toen dingen realiseerde. Maar ik wist niet, net als jij, hoe dat dan werkte. Mm-hmm. Maar het deel dankbaarheid, dat vind ik eigenlijk, dat is bij mij pas de laatste jaren dat ik denk van hoe belangrijk dat is. En daarvan besef ik pas hoe belangrijk dat is. Want het is natuurlijk, het zijn allemaal facetten die ervoor zorgen dat het een totaalplaatje wordt. En die dankbaarheid, die heb ik nooit meegekregen op een of andere manier. Maar ja, ook pas, ik denk een jaar of 15 geleden, dat me echt duidelijk werd dat, nou ja, door vanuit dankbaarheid te leven, vanuit een soort nederigheid, humble, ja, dat er iets verandert. En het zijn allemaal dingetjes bij elkaar. Wat ik ook in de meditaties roep. Leef vanuit dankbaarheid. Leef vanuit liefde. Leef vanuit je hart. Dan komt dat zelfvertrouwen. Dan kun je leven vanuit vertrouwen. Dan kun je gaan leven vanuit een zuiver zijn. Je leeft niet meer vanuit conflict, vanuit weerstand. Je kunt respect hebben en begrip hebben voor iedereen. Zelfs voor je vijanden. Nou, dat is heel erg moeilijk. En op een gegeven moment, als je al die puzzelstukjes op de juiste manier in elkaar legt, ja, dan merk je dat je, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, dat je verandert als mens. En dit is wat ik omschrijf als het bewustzijn ontwaakt of vergroot. Mm-hmm. En dat is niet een, ik ben beter dan jij, want mijn bewustzijn is hoger. Nee, het is alleen dat jij op een bepaald bewustzijnsniveau komt in dit leven. Waardoor je makkelijker dingen kunt inzien en doorzien en met andere mensen kunt omgaan. En dingen mag ontvangen en dingen kunt manifesteren, ja. Ik heb gemerkt dat als je situaties hebt meegemaakt die negatief zijn in je leven, of die echt een keerpunt zijn, of nou, heftige shit, om het zo maar even te zeggen. Als je die kan draaien in ik ben dankbaar dat ik dit heb meegemaakt en wat heb ik hieruit gehaald, dan kan je die situatie omdraaien van negatief naar positief. En daar krijg je weer energie van en dat gaat weer vloeien. Ja. Dus dat heb ik moeten leren of inzien, want ik wist niet dat zo kon. Het is niet altijd makkelijk, hè? Ik bedoel, ik heb ook tuurlijk niet. Flink wat shit gehad, maar ik ben heel blij dat mij is overkomen. Want daardoor heb ik ervaring die niet heel veel mensen als levensles meekrijgen. Mm-hmm. Maar ik weet ook voor mensen die ziek zijn of heel erg ziek zijn, dat is heel moeilijk om uit te leggen. En ik begrijp ook dat het heel lastig is. Ik weet ook niet of ik dat zou kunnen. Dat je zegt, nou, ik ben dankbaar dat mij dit is overkomen, want dat is moeilijk om uit te leggen, te begrijpen. Ja, dat snap ik. En vaak denk ik dat een ziekte is ook een soort levensles of een levensles voor iemand om je heen. Maar dat is natuurlijk wel heel heftig. Mm-hmm. Ziekte, dat is iets waarvan ik denk, je lichaam geeft iets aan en wat dat dan, ja, waarom dat dan is en wat de afloop dan is. Ja, dat is natuurlijk vreselijk als dat eindigt, zeg maar. Als iemand zijn leven eindigt door een ziekte. Je moet je dat afvragen. Hè? Dat is een hele aardse gedachte dat het pijnlijk of vervelend of verdrietig is als dit leven eindigt. En dat is begrijpelijk, want wij hechten waarde aan dit bestaan, aan ons. We hechten waarde aan ons lichaam, aan de persoon van wie wij denken dat we zijn in dit leven. En dus zou je het heel vervelend vinden om dood te gaan. Maar ja, ik zou het ook niet leuk vinden, want ik heb nog zoveel dingen te doen hier. En er is zoveel moois en ik ben zo gelukkig. Dus ik zou er nog leven van willen genieten hier. Maar ja, als je je zou voorstellen dat er hierna iets komt wat nog vele malen mooier en leuker en geweldiger is, ja, dan is het misschien helemaal niet zo erg dat je zegt van, nou, dit was een mooi leven, maar ik ga nu door. Alleen,
wat moeilijk is. En daar komt de emotie natuurlijk weer. En dat is ook de liefde. Dat je afscheid moet gaan nemen van andere mensen die je lief hebt. Ja. Mensen van wie je houdt. Kijk, ik heb dat volgens mij in de laatste meditatie, of in de volle maan had ik dat vorige maand. Maar ja, op een gegeven moment ga je je realiseren dat, wat mensen wel eens roepen, alles draait om liefde. Maar op het moment dat, ik stel me dat dan voor, van je weet dat je deze planeet, dit lichaam, dit leven gaat verlaten. En in die laatste minuten, laatste seconden, laatste uren, zal er niets anders zijn dan liefde. Ik hoop dat je niet te veel spijt krijgt van alle dingen die je niet gedaan hebt of wel gedaan hebt. Maar dan is er liefde voor de mensen met wie je wilt zijn. En die wil je niet kwijt. En je wil die mensen eigenlijk niet met een leegte achterlaten, denk ik. En daarom vinden we het misschien vervelend om dit leven te verruilen voor iets anders. Ja. Maar misschien is het dus wel niet zo vervelend als wij denken. Nou ja, daar kom je pas achter als te later, zeg ik dan. Als het al voorbij is. Ja. Ja, nee. Het is allemaal onderdeel van het leerproces, denk ik. Ja, en ik denk ook dat mensen met een reden op je pad komen. Die leren je wat, of die willen je wat laten zien. Of dat nou een vriendschap is, of een kennisoverdracht. Ik denk dat daar echt daar zit een reden achter. Je kiest ook, denk ik, waar je terechtkomt. Want ik denk dat het voorbestemd is. Maar we dwalen af, denk ik. Ja, ik weet het niet. Het wordt heel complex. Ja, nee, het is heel complex. We hadden een tijdje terug hadden bij Roy Martina ook in de boekenclub. En die vertelde ook zulke fantastische dingen over hoe je paden al uitgestippeld zijn en hoe je dat dan doet met keuzes. En dat je daar vooral niet over moet stressen. Maar dat het gewoon, dat je altijd weer terug kan naar een andere keuze. En dat gaf me ook zoveel inzicht dat je, ja, weet je, niks is gewoon fixed. Je kan altijd wel weer een manier verzinnen om. En zo is dat met gedachten ook. Je hebt een gedachte en hoe meer je het aandacht geeft, en ook over dat hele corona gebeuren. Weet je, hoe meer we daarmee bezig zijn en hoe meer we anderen gaan overtuigen. Je hoeft niet altijd alles te spuien. En hou ook dingen voor je. Of ja. En al die negativiteit, weet je, daar schiet je echt niks mee op volgens mij. Nou, het is wel goed om over na te denken. Mm-hmm. Waar komt het vandaan? Van waar dit gevoel? Hoezo ervaar ik dit op deze manier? Wat moet er gebeuren om dit gevoel weg te nemen? Hoe zou ik het liever hebben? Wat kan ik eraan doen? Dat zijn de goede vragen die je kunt stellen. En dan kunnen we met elkaar kijken van wat is er eigenlijk aan de hand? En wat zouden we willen? En waarom reageren we op deze manier? Ja, ik vind het zo mooi hoe je in je boeken omschrijft als de mind als een tuin. En ik ben visueel denker, dus ik vind als je dan voor je ziet hoe je mind eruit ziet en dat het met planten is en met onkruid en hoe je dat dan netjes probeert te houden. Weet je, zo krijg je toch een soort van structuur en helderheid in je hoofd. Als je dat ziet als een tuin. Ja, het klinkt misschien heel. Ik vond hem. Er groeit veel onkruid in je hoofd. Want dat groeit gewoon. Daar kun je niet zoveel aan doen. Dat komt gewoon binnen. Dus het enige wat je kunt doen, dat ook hier weer signaleren dat dat zo is. En daarna heb je de keuze om het te verwijderen of het te laten doorgroeien. Nou, als het doorwoekert, heb je op een gegeven moment geen uitzicht meer. Ja, en ik weet, dan zijn er mensen die, van de week had ik een discussie dat iemand zei, ja, wij hebben bepaald wat onkruid is. En ik denk van, jongens, maak het allemaal niet zo ingewikkeld. Met onkruid bedoel ik, als ik een hele mooie rozentuin heb en ik heb hier een mooie groentetuin en er groeit allemaal onkruid, rommel, dan haal ik dat weg. Ja, beter niet mee eens, doe je het niet in jouw tuin, I don't care. Maar ik doe dat. Want ik heb hier een heel groot stuk land gekocht. Er was een paar jaar niks aan gedaan. Ja, dan staat het gras 2 meter hoog. Je ziet niks. Bij dit jaar, we zijn 3 maanden bezig geweest om al het gras een beetje te maaien. En nu heb je uitzicht. Nu kan je echt honderden meters ver kijken. Je hebt uitzicht. Je ziet mooie plantjes staan. Je ziet bomen staan. Dus je krijgt een nieuw uitzicht. Je krijgt helderheid. En daarom is het van belang om dat onkruid, waarmee ik bedoel de giftige gedachten die je opvangt, bewust en onbewust, die je leest, hoort, die andere mensen in je stoppen, dat je die signaleert dat ze je niet ziek maken.
En gedachten zijn veel gevaarlijker dan een virus. Je wordt er veel zieker van in je geest. Hè? Veel mensen zijn krankzinnig. Die zijn ziek in hun hoofd. Dat klinkt heel zwaar, maar die zijn niet meer helemaal helder in hun hoofd. En daardoor ontstaan er allerlei problemen in je dagelijks bestaan. Met jezelf en met andere mensen. En dus is het van belang om dat onkruid op te ruimen. En wat je mooi vindt, kun je laten staan. Ja. En je kunt natuurlijk weer dingen planten die je graag in je tuin wil hebben. Net zoals dat je bepaalde gedachten in je hoofd kunt programmeren. Planten die jij wilt hebben, waar je blij van wordt. Die je ergens gaan brengen waar je naartoe wilt. Ja, mooi. Ja. Ik vind het. Ik zie een tuintje voor me. Ja, dat is belangrijk. Want je zegt, je bent visueel ingesteld. Je moet het ook voor je zien. Ja. Hoe ziet je tuintje er dan uit? Ja, nou, ik vind de botanische tuin ook heel mooi. En dat ziet er heel wilderig uit. Maar daar zit natuurlijk ook weinig onkruid tussen. Dat zijn allemaal bij elkaar gezette wilde bloemen. Ja. Ja, en wanneer is het dan onkruid? Ja, ik denk dat je dat dan zelf bepaalt. Want sommige onkruiden zijn heel mooi. Bijvoorbeeld dat, ik denk dat heel veel mensen het verschil wel begrijpen. Als jij door zo'n botanische tuin heen loopt. Ja. Waar je een heel fijn gevoel krijgt. Waar hele mooie bomen en planten staan. Of dat jij in een wildernis loopt. Waar je doorheen moet hakken met kapmessen. Omdat je er niet doorheen komt. Omdat het echt een wildernis is met een oerwoud. Ja. Ik kom er niet meer doorheen. En ik kan zelfs het mooie niet meer zien. Omdat het verwilderd is, dichtgegroeid is. Dat verschil. Ja, ja. Nou mooi, ja. Ik zit net te denken. Jij hebt het over jouw tuin in jouw nieuwe huis. En je schrijft in je boek. Het grootste succes begon als een droom. Je schrijft over Columbus die een andere wereld zag en wist te ontdekken. Copernicus koesterde de visie van een veelvoud aan werelden in een groot universum en onthulde dat. Boeddha zag een spirituele wereld van zuivere schoonheid en harmonieuze vrede en wist die ook te betreden. Koester je visies en dromen, schrijf je. Heb jij nog dromen? Want je tuin is op orde? Nee, die is zeker niet op orde. Oh. Wij denken dat we. Onze droom is ooit een keer ontstaan. We waren met onze boot aan het zeilen. In 2015 waren we een tocht aan het maken langs Italië. En toen kwamen we op een klein eilandje waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat het bestond. Ik was onderweg naar Capri. En toen kwam ik Ischia tegen, een heel klein eilandje. En toen hebben we daar aangelegd. En dan kijken we altijd van, nou, wat is er hier te doen? Autootje gehuurd en toen kwamen we terecht bij een botanische tuin. Echt fantastisch, fantastisch mooi. De mooiste tuin die ik ooit heb gezien. Cindy was helemaal in love. En we hebben daar een dag gelopen en gezeten. En toen zei tegen mij, dit lijkt me nou heel mooi als je iets wilt nalaten voor de wereld. Om zo'n stuk natuur te bouwen, creëren. Toen dacht ik van, wauw, dit klonk bij mij als, ja, hoe dan? Hoe zet je zo'n tuin even in elkaar? Dat heeft echt wel jaren nodig. Maar ik vond het ook zo mooi. En toen we dit stuk land konden kopen, toen was wel het idee van, wauw, nu kunnen we zo'n tuin bouwen. Maar wij gaan er wel van uit dat we daar zeker 5 jaar mee bezig gaan zijn. Ik denk, we hebben hier al iets van, nou, het zal het zijn, 400 bomen staan. Maar om dat te ordenen en het mooi te maken, daar moet wel nog wat tijd en liefde ingestopt worden. Maar dat vinden we fantastisch om te doen. Dus dat is een hele grote droom. Ja. Om dat te creëren. En onze droom is natuurlijk wat wij doen. Ik weet als ik andere mensen dat hoor zeggen, dat ik af en toe denk van, ach gast, weet je. Oef. Maar ik zou heel graag zoveel mogelijk mensen willen helpen om wat bewuster te worden. Dat we op een wat vriendelijkere manier met elkaar kunnen leven. En dat de wereld wat vreedzamer wordt. En dat er wat minder conflicten zijn, minder ruzie en wat minder oneenigheid. Dat we meer begrip voor elkaar kunnen hebben. En ik denk dat wij daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren met de dingen die wij doen. En mensen een beetje rust meegeven met de meditaties. En dat is onze bijdrage aan, wat ik altijd zeg, samen voor een mooiere wereld. Ja, we kunnen het alleen samen. Wij doen ons stukje. Maar andere mensen moeten hun eigen stukje doen. Dus dat is voor mij wel de missie waarom ik dit doe. Anders zou ik er net zo goed mee kunnen stoppen en lekker in mijn tuin gaan zitten en mijn internet eruit trekken. Maar dit is voor ons een heel belangrijk ding. Dus dat is wel een droom.
Ik kwam erachter dat wat jij nu vertelt om je om de wereld een stukje mooier achter te laten, dat is eigenlijk de Boy Scout rule. Mm-hmm. Always leave the code better than you found it. Dat vind ik wel een hele mooie. Dat je. Ja. Want we zijn natuurlijk heel geneigd om alles maar op te gebruiken en voor zelf. Nou ja, voor eten, voor drinken, voor leven. En als ze dat met z'n allen doen. Op zich goed is, maar ik schrik echt elke week van de hoeveelheid afval die we weggooien. We wonen in een heel klein dorpje waar je alles moet scheiden, maar echt alles. En dat wordt niet opgehaald, maar je moet het wegbrengen. Wat je veel bewuster maakt. Want nu zie je wat je iedere week weggooit. Mm-hmm. En dan moet ik wel zeggen, ja, we hebben ook vaak gasten en er zijn er meerdere mensen. Maar als je ziet hoeveel afval er eigenlijk is en hoeveel plastic en papier en flessen, en dan denk ik van wow, dat zijn wij alleen. En wij proberen er al zo zuinig mogelijk mee om te gaan. En alles zo sustainable mogelijk te maken. Dus ik ben bezig met watersystemen, filtersystemen, zodat we geen plastic flessen meer hoeven te gebruiken. Ik probeer zoveel mogelijk glas te recyclen. We proberen nu een soort compostsysteem te gaan bouwen. Zodat we ons eigen compost voor mest voor de tuin kunnen maken. Ja, al dat soort dingen. Eigen eten verbouwen. Maar het is echt schrikbarend hoeveel afval wij produceren met elkaar. En dan denk ik wel eens van, waar blijft dat? Dat kan die hele aarde toch nooit aan. Ja, dus het zal wel ergens in de zee verdwijnen. Ik heb geen idee. Maar dat baart me soms wel eens zorgen, ja. Ja, nou, zelfs in, volgens mij is dat in Abu Dhabi. Daar hebben ze niet eens nagedacht over een riool. Nee, hoe was dat nou met die vuilniswagens die daar in file rijden? Dat ik echt dacht van, jeetje, het kan altijd nog erger, zeg maar. Ja. Maar het maakt je inderdaad wel bewust van wat je consumeert en wat je overhoudt. En En wat je koopt, wat je eigenlijk niet nodig hebt. Want die verpakking, die heb je eigenlijk niet nodig. Nee, zonde is dat, hè? Ja, altijd voor mij hoeft het allemaal niet ingepakt te worden, hoor. Nee. Ja. Je vertelde net over je tuin, dat je zegt, nou, over een jaar of vijf moet ik daar echt wel aan werken om die tuin te maken. En je vertelde net ook dat de mensen die je programma volgen of je boeken lezen, na 1 of 2 of 5 jaar zeggen, kijk, dit is wat me is gelukt. Ja. Voor opleidingen staat, nou ja, zeg 4 jaar. Wat schat jij in hoeveel tijd mensen vrij mogen maken om deze manier van omgaan met de mind te leren? Waar moeten ze rekening mee houden als ze hier aan beginnen? Dat is een goede vraag, maar kan je hem specificeren? Wat bedoel je met hoeveel tijd? Nee. Het is niet, ik doe de handleiding van de Lego en ik heb in een uur een Lego-creatie in elkaar gezet en dan ben ik klaar. Nee. Als je jouw boeken leest, Pauline noemde net al de titels van al je boeken, dan ben je wel enige tijd mee bezig om het te lezen. En hoe maak je dat? Je mindset-app en de meditatie-app helpt daarbij om rust te vinden. Hoeveel tijd moet je jezelf gunnen om te denken, oké, ja, ik ben nu op de weg dat ik snap hoe je die mind in kan zetten? Nou, dat zal in fases gaan. Uiteindelijk zul je de rest van je leven daarvoor nodig hebben. Ik leer elke dag en ik merk elke dag dat ik veel leer en dat ik daardoor steeds meer ontdek dat ik echt wel heel weinig weet. En in het begin gaf me dat een beetje onrustige gedachten. Ik dacht van wow, ik ben zoveel aan het leren. Ik ben zoveel onderzoek aan het doen, met zoveel mensen aan het praten. En het enige wat ik ontdek is dat ik eigenlijk niks weet. Ja, het mooie daarvan is dat je dus heel veel te leren hebt. Ja, precies. Maar als je ermee begint, zult je eerst snel merken dat je inzichten krijgt. En met alle programma's die ik doe, met Leef je mooiste levenjaarprogramma, de eerste 4, 5 weken gaat het puur over jezelf, zelfinzicht. Jezelf leren kennen en dat inzicht. En dat is heel waardevol, dat is een basis. Dus dan krijg je een moment van wauw, weet je, ik zie allemaal dingen die ik eerder niet wist. Dan ga je ermee aan de slag. Dan zien we wel vaak dat er een soort fallback komt. Want dan denken mensen, ja, ik moet wel elke dag mee bezig zijn. En het is niet zo dat je elke dag huiswerk hoeft te maken, maar je moet ermee bezig zijn. En mee bezig zijn, daarmee bedoel ik in je dagelijks leven. Dat je denkt, hey, ik
waarom zeg ik dit eigenlijk? Waarom vind ik dit van datgene wat ik lees of hoor? Hoe zal ik hiermee omgaan? Waarom weet ik dat iets goed voor me is en doe ik het toch niet? Waarom ben ik nu zo boos? Waarom voel ik me zo? Weet je, dat je op die manier ermee bezig bent. Het moet een soort onderdeel van jezelf, van je leven worden. Zonder dat je net als een taal denkt van ja, nu moet ik elke dag een half uurtje gaan zitten studeren. Mm-hmm. En los daarvan moet je natuurlijk, je moet het toch wel doen. Want als je het niet moet, dan doe je het niet. Moet je boeken blijven lezen, moet je blijven herhalen. Moet je lessen blijven volgen. Je moet lessen blijven volgen. Ik volg ieder jaar zeker 3-4 seminars, cursussen, programma's van anderen. Omdat ik wil bijblijven. Ik wil helder blijven. Ik wil nieuwe dingen leren. Ik heb denk ik al 20 keer een programma van Tony Robbins gevolgd. En elke keer hoor ik nieuwe dingen. Denk ik, oh ja. Wat ik zei, Bob Proctor, ik zal zeker 20 keer een seminar van hem hebben gevolgd. En bijna altijd dezelfde. En toch vind ik het interessant. Omdat ik mezelf daarmee continu weer scherp hou. En nieuwe inzichten krijg. En zorg dat ik bijblijf. Dat ik niet weer verzand. Dat ik vooruit blijf gaan. Niet dat ik stil ga staan. Dus uiteindelijk zul je een aantal maanden nodig hebben om echt een basis te leggen. En ik zie wel de meeste resultaten. In de zin van, wow, ik voel me een stuk beter. Ik voel me sterker, gezonder. Ik voel me zelfverzekerder. Ik heb veel meer zelfvertrouwen. Tot aan, het gaat veel beter in mijn relatie. Ik kan ineens weer op een normale manier met mijn ouders omgaan. 10-20 jaar geen contact gehad met mijn ouders of met mijn kinderen. En dat hebben we opgelost. En natuurlijk de zakelijke kant. Ja, het gaat gewoon goed. Ik verdien 2 keer zoveel geld, 5 keer zoveel geld. Ik heb mensen die 100 keer zoveel geld zijn gaan verdienen. Echt miljoenen. Dus in een heel breed spectrum. Het is maar waar je zelf voor kiest. Waar jij de groei wilt zoeken. Kun je ermee aan de slag. En dan is het een proces dat lang duurt. En de echte grote resultaten. Ja, ik denk 3, 5, 7 jaar zijn altijd wel momenten. Dat hebben we ook gezien. Als je kijkt naar wat we nu bereiken met Meditation Moments met de app. Daar hebben we 3-4 jaar best wel hard aan gewerkt. Als we kijken naar wat Cindy en ik doen. Toen we begonnen hadden we hele kleine groepjes. 5 mensen, 10 mensen, 12, 20, 60. En nu 1000. En volgend jaar hopen we dat we eindelijk weer eens een live event kunnen organiseren. Nou, als het een beetje mee zit, kunnen er 3.000 of 4.000 mensen bij. Die staan ook inmiddels denk ik wel op de wachtlijst. Van de week, vorige week was ik in Nederland, ben ik eens even in de zaal gaan kijken. Toen dacht ik ook van, nou, dat ziet nog steeds, dat ziet er heel knus uit nog steeds. Ook al lijkt dat veel, maar dat is niet dat je denkt van, wow, wat is dat groot. Zoals met als je bij Robbins bent geweest met 10.000, 20.000 mensen, dat is echt heel massaal. Zo, dat was veel, ja. Dat is echt veel, maar ook heel cool voor de energie overigens. Ja, dat wel, ja. Dat is wel veel. Dus ja, het is aan jezelf hoe je ermee door wilt gaan. Maar je moet het niet zien als iets van ik doe dit 8 weken of ik doe dit een paar maanden en dan weet ik het. Het is niet van ik begin aan een boek en als het boek uit is, dan ken ik het boek. Want meestal ken je het boek dan niet. Je hebt het alleen gelezen. Daarom adviseer ik ook vaak om 2-3 keer een boek te lezen, uittreksels te maken, samenvattingen voor jezelf, dat je het begrijpt. Dat is anders dan een boek doorbladeren en lezen. Of dat je zegt, nou ja, ik ga sporten. Je gaat ook niet 3 maanden sporten. Dat je denkt, nou, tof. Het gaat de goede kant op. Mijn lichaam gaat eruit zien zoals ik wil. Ik voel me sterker, ik voel me krachtiger. Tot hier en niet verder. Ja, als je daarna stopt met sporten, dan zak je weer terug naar het oude niveau. Dus je moet er wel mee bezig blijven. Dank je wel. En je schreef, ja, helaas leren we dit niet op school. Ja. Stel, je zou nou voor de kerst bijvoorbeeld een masterclass of een lerarenopleiding geven. Ja. Wat zou je dan sowieso behandelen in zo'n bijeenkomst voor leraren? Nou, ik doe het meestal andersom. Ik stel de vragen. Wat zouden jullie willen dat ik vertel? ik vind dat ik beter antwoord kan geven op vragen die er zijn, dan dat ik alleen maar aan het zenden ben. Ik kan heel veel vertellen, kan echt dagen achter elkaar praten. Maar we kunnen veel gerichter zijn als iemand een vraag stelt. Dan kan ik daar direct op ingaan. En van het een komt het ander, dus dan komen mijn verhalen er toch wel bij.
Ja, ik weet dat er heel veel leraren zijn die vastzitten in het systeem, heel graag iets anders zouden willen. En dat er ook veel leraren zijn die zelf initiatieven ontwikkelen en al dingen oppakken. Soms of vaak worden tegengewerkt door het systeem, waardoor het niet wordt geaccepteerd of het niet mag. En anderen die vinden het eigenlijk wel goed zoals het is en die vinden het onzin om het te veranderen. Dus er is een breed scala van leraren. Ik heb ook ik heb wel eens een dag gesproken, of op zo'n dag, weet je, een uur of anderhalf gesproken voor, ik geloof, iets van 1000 mbo-leraren. Mm-hmm. En daar moest ik echt via de achterdeur naar buiten. Mm-hmm. Want daar was, laten we zeggen, ik weet niet hoeveel, maar 99% van de zaal het zo totaal niet met mij eens. Serieus? En dat mag, hè, dat kan, wow. Dat is geen probleem. Maar ik had wel zoiets van, ik weet echt wel heel goed waar ik over spreek. Mm-hmm. Zonder arrogant willen zijn. Dus misschien moet je er ook zelf iets meer voor openstaan. En dan blijkt dat een hele grote groep daar totaal niet voor openstaat. Maar ik zou stoppen met wat er is. Ik zou het onderwijssysteem per direct stoppen. Ik zou het nieuwe schooljaar niet meer beginnen. Ik zou gewoon zeggen, jongens, we gaan het echt anders doen. En dat betekent niet modificeren van wat er is. Nee, we gaan het gewoon echt totaal anders doen. Ja. En vooral omdat de mensen die de boeken lezen die jij hebt geschreven ook zeggen, nou, wou dat ik dit op school had gedaan. Precies, ja. Ja, en zo moeilijk is dat niet. Nee. Nou ja, het enige wat we kunnen doen is, weet je, ik heb een zoon van 17 en die prop ik ook zoveel mogelijk boeken naar binnen. Ja, als moeders. Nee, ja, precies. Je hebt zelf ook een voorbeeldfunctie. En er slingeren hier echt zoveel boeken in huis. Dat werkt niet altijd. Kijk, ik heb ook jonge kids in mijn omgeving, van vrienden en familie, die dan niet lezen, totaal geen interesse in dat soort zaken hebben. En dat viel me wel op afgelopen zomer ook. Ik heb hier dan een paar stapeltjes boeken liggen. Dan heb ik die kids en die zijn dan, laten we zeggen, tussen de 15 en de 24. Gewoon eens even een stapel boeken meegegeven. Zo van, ga maar eens even lezen. En dan krijg ik toch terug van, hey, cool man, ben je boek aan het lezen? Fotootje erbij, ja, precies. Insta, toch een soort van trots dat ze dat aan het doen zijn. En dan hoor ik via ouders terug van, hij heeft echt nog nooit een boek gelezen. Nou, hij vindt het fantastisch. En dan denk ik van, oké. En dat is wel gegroeid het laatste jaar. Toen ik begon was de doelgroep van het lezende publiek een beetje 35 plus. Dat werd steeds jonger. En op dit moment heb ik echt al 13, 14, 15-jarigen die me gewoon op Insta berichtjes sturen. Ik heb een hele grote groep tussen 16 en 25. Echt heel groot. Ik denk een kwart van het publiek is echt jong en leest het, volgt het. En dat vind ik gewoon fantastisch. Dat we die mensen kunnen inspireren. En die zeggen ook, dit leer ik niet op school. Dus waarom zou ik nog naar school gaan? Dus je voelt al dat er een kentering plaatsvindt bij de leerlingen. En binnen nu en 10 jaar gaat er geen leerling meer naar school. Geloof mij, er is geen enkel kind die dit systeem nog gaat accepteren. Echt niet. Denk je dat echt, ja? Ja, ben ik van overtuigd. Alleen onder dwang. Onder hele grote dwang. Nou ja, dat is kansloze. Nee, dat zeg ik niet. Bij pubers al helemaal niet. Nee. Maar dit gaat niet werken. Het gaat niet werken. Ze gaan steeds meer inzien dat dit systeem ze niet gaat brengen waar ze willen zijn. Niet dat alles slecht is overigens. Dat zeg ik niet. En ik zeg ook niet dat alle leraren slecht zijn. Maar het systeem is achterhaald. Je leert veel te veel onzinnige dingen die je nooit nodig hebt. En de meest essentiële dingen die je als mens wel nodig hebt, die vertelt niemand je. Je moet het zelf maar uitzoeken. Ja, dat is een krankzinnige manier van educatie. Echt volledig krankzinnig. Ja, nou ja, ik ben blij dat ik niet meer op zo'n school hoef of zit. Maar ik had jouw boeken graag willen lezen toen ik nog wat jonger was, zeg maar. Dat had me een hele hoop inzichten kunnen geven. Maar hey, beter laat dan ooit. Ja, en, maar je ziet de kentering en ik ben er heel blij mee. En ik kan me ook voorstellen dat er kids en studenten zijn die zich heel prettig voelen binnen het huidige systeem. En die er goed mee om kunnen gaan. En dat is prima, hè? Daar is niks mis mee. Maar het zou goed zijn dat je de keuze zou hebben. Ja. Ik heb ook wel best wel veel met kleinere kids gewerkt.
bij wie ik zag dat het moeilijk ging op de basisschool, moeilijk ging op de begin-middelbare school. Dat je merkt dat ze zich niet kunnen vinden in het systeem. Te grote groepen, te veel gepest, te weinig oog voor ook leerkrachten die echt zeggen, ja, dit kind heeft gewoon veel meer aandacht nodig. En ik kan het helaas niet geven, ik zou het willen, maar ik heb er nog 32 en het gaat gewoon niet. Onwenselijke situaties, wat zielig is voor die kinderen natuurlijk. Want die komen daardoor in een bepaalde positie waar ze de rest van hun leven ook last van krijgen. Want die krijgen allerlei psychische en emotionele problemen. En voor die kinderen is er natuurlijk een speciaal onderwijs. Maar misschien moet er gewoon voor de helft speciaal onderwijs zijn. Dat het voor een veel grotere groep toegankelijk zou zijn. Ja, ik denk dat we voorlopig nog niet uitgebreid zijn over het onderwijs. Want er zijn nog zoveel verbeterpunten te behalen. Veranderingen. Er is gelukkig altijd iets te verbeteren. Ja, dat is waar. Ja, nee, dat klopt. Aan ons ook. En ik kijk ook naar mezelf. Niemand is uitgeleerd. Het kan altijd beter. Dus ja, mooi. Ik heb een paar vragen in. Even kijken hoor. Even kijken. Ik zie hier een aantal vragen in de backchannel staan. Ik weet niet of er mensen zijn die. Of tenminste, Karin, heb jij nog vragen voordat we. Nee, ik ben heel erg nieuwsgierig naar de vragen die jij in de backchannel hebt staan. Ja, nou, Marianne die stelde mij een vraag, maar ze mag hem nu zelf stellen. Ik denk dat dat veel leuker is. Oh, wat leuk, ja. Lukt het Marianne of niet? Even toevoegen. Even kijken. Ja, zeker lukt het. Kijk, goedemorgen. Nou, dit is nu een vruchtbare zondagochtend. Kijk. Hier hebben we het aan. Mooi, mooi. Ja, ik heb met volle aandacht zitten luisteren en heel mooi, Paulien, de vragen die je stelt. Ik hoor wat je allemaal vertelt, Michael. En mijn vraag is eigenlijk, het denken, dat resoneert ook. Dat brengt ook een bepaalde trilling nu. En doordat er eigenlijk over heel de wereld nu een bepaalde onrust is. Gebaseerd op angst of ongemak of ja, wat het dan ook mag zijn, weerstand. Maar wat zouden we dan kunnen doen? Wat zouden we kunnen doen om die trilling te beïnvloeden? Ik probeer altijd zo positief mogelijk te leven en mijn eigen shit eerst op te ruimen voordat ik überhaupt naar iemand anders wijs. En wat zouden we dan kunnen doen aan die mindset, aan die training van die mindset, zodat de beïnvloeding een positieve kant uitgaat? En mijn tweede vraag is, wat denk jij, wat de gevolgen zullen zijn nu voor de toekomst van ja, dit hele verhaal, van deze trilling die aan het veranderen is en vooral door de mind ook? Nou, dat wordt een hele vruchtbare zondagmiddag. Oké, ik heb alle tijd. Dat zijn hele goede vragen. En hier kunnen we lang over praten. Er staan nog meer mensen op het podium. Ja, nee, ik ga proberen. Dit is echt een hele goede vraag. Ja. Dit is de essentie waar we mee te maken hebben. Ja. Het is. Het heeft te maken met het collectief bewustzijn. Ieder mens is een bewustzijn, dus je hebt allemaal poppetjes. En laten we zeggen, als er heel veel zwart denken, dan krijg je een hele grote groep zwart. En als er heel veel wit denken, krijg je een hele grote groep wit. Als dat gelijk is, is het ongeveer een balans. Nou, en je hebt alle variaties daaromheen natuurlijk. Daarmee bedoel ik niet dat iets goed of slecht is, maar dat we op een bepaalde manier denken. En die bepaalde manier, je zou het kunnen zien als fans van een artiest of een sportclub. Een sportclub is misschien een goed voorbeeld. Er is een wedstrijd aan de gang en er zijn twee groepen. Dat zijn de fans van de beide sportclubs. En wie heeft de meeste fans? Misschien is dat wel een juiste vergelijking. Op het moment dat we nu zien dat er een enorme beweging is van een bepaalde gedachte of emotie, en die is de laatste jaren is vooral gestuurd op angst. Moeten we proberen om zoveel mogelijk ten eerste rust te creëren. Dus voordat we oordelen en reageren, eerst terug te gaan naar de rust en vanuit die rust te kijken van
waarnemen. Wat is er werkelijk aan de hand? En naar het bewustzijn van onszelf te gaan om te zien van... Ben ik blij met hoe het nu gaat? Hoe ik me nu voel in deze situatie? Wat gebeurt er eigenlijk in deze situatie? Zonder allerlei aannames maar. En dit is heel moeilijk. Hè, van de werkelijkheid proberen te achterhalen. Waarvan ik ook op dit moment wel denk van... in wat voor driedubbele werkelijkheid leven we? Wat is nog waar en wat is niet waar? Dat maakt het heel complex. We hebben natuurlijk altijd geleefd in een realiteit waarvan we dachten van ja, als de dokter het zegt, is het zo. Als het in de krant staat, dan klopt het wel. En als je ouders het zeggen, dan is het ook juist. En als leraren iets zeggen, dan moet je dat aannemen. En nu blijkt dat niet al die informatie zoals wij die tot ons nemen volledig op waarheid of juistheid is gebaseerd. En niet dat mensen dat met een kwade intentie onjuist proberen te verspreiden, maar ze verspreiden dat soms zonder dat ze dat doorhebben. Mijn visie. Dus ja, de countervraag zou kunnen zijn: wat zouden we moeten doen? Of waarom zouden we iets willen doen om deze situatie te veranderen? Dat is denk ik belangrijk, want dan weet je waar je naartoe wilt. En dan kom ik terug op wat ik net zei. Ja, ik probeer zoveel mogelijk mensen inzicht te geven. Niet om een kant of een partij te kiezen, maar om met elkaar als eenheid samen te kunnen gaan. Ja, het bewustzijn vergroten. Ja, dat is ja, waar. En dat is een bepaalde illusie, hoor, want het is een utopie. Ik weet dat natuurlijk in de miljoenen jaren die achter ons liggen nog nooit heeft bestaan. Dus het zou te utopisch zijn om te denken, we gaan nu vrede op aarde creëren. Dat gaat niet gebeuren. Er zijn altijd duistere en lichtere krachten die met elkaar in conflict zijn. Zo is het altijd geweest. Maar wat we wel kunnen proberen is in onze omgeving. En als iedereen dat in zijn eigen omgeving doet, dan is dat een soort rimpel die de wereld over zal gaan. Toch proberen mensen in je eigen omgeving, zonder te wijzen en belerend te zijn, mee te krijgen op jouw trilling. Ja, precies. Want jij bent, als ik het even zo mag benoemen, jij bent ook heel intuïtief. Jij bent voor mij heel voelend. En hoe ga jij daar dan om? Je ziet bepaalde dingen om je heen gebeuren, groot of klein. Wat je dan raakt. En hoe ga je daarmee om dan als je daar geen invloed op hebt? Want het moet je raken, want je hebt een heel mooi... Heel mooie missie en je wilt bewustzijn vergroten en iedereen die je mee kunt pikken, zou ik maar zeggen, iedereen die je volgt, dat is meegenomen. Maar hoe ga je dan om als die weerstand er komt, zeg maar? Want ja, volgens mij ben je heel intuïtief en maak je daar volgens mij ook heel veel keuzes op, maar dat is even wat ik zelf denk voel. Ja. Nou, het is waar dat het raakt me. Dat zie je goed. Het raakt mij. Dat ik zoveel boosheid en zoveel verdeeldheid zie. En dat mensen zo ongenuanceerd onaardig tegen elkaar zijn. Dat raakt me wel. Ja, dat doet me pijn. Maar het is niet zo dat ik daar last van heb. Ik kan dat heel makkelijk naast mij neerleggen. Ik weet dat het zo is. Ik accepteer dat dat zo is. En ik doe wat ik kan om binnen mijn zeer beperkte rijkwijde te kijken wat ik kan doen om die gevoelens, die emoties, die vibraties weg te krijgen. Ja, precies. En anders ligt er nog een boodschap voor jezelf, hè? Als je erbij blijft zitten. Kan ik dat zo vertalen? Ja, maar ik blijf er dus niet mee zitten. Ik zit er totaal niet mee. Nou, Als de mensheid ophoudt te bestaan of de wereld gaat er volledig aan, ja, dan zij het zo. Ja, precies. Oh, ik wou nog iets toevoegen. En ik heb begrepen dat je ook je eigen meditaties luistert. Ja, zeker. Ja, dus dat geeft ook rust en helderheid, denk ik. Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik luister dat omdat ik... Ik heb er zoveel opgenomen dat ik graag wil blijven luisteren van... wat riep ik daar eigenlijk en wat klopt het wel? En zit er niet ergens een foutje in? Of voelt het nog goed? Of sommige meditaties denk ik nu van... Ja, ik voel er nu iets anders bij. Dus dan verander ik hem en dan maak ik hem opnieuw en dan vervangen we ze. Het is niet echt dat ik mijn meditaties doe als ik mediteer. Het is meer dat ik vind het gewoon fijn om naar te luisteren. Ja.
Nou, en de volle maan meditaties, die helpen natuurlijk collectief die trilling verhogen. Dat is de intentie. Ja, ja. Ja, en wat ik ook bij jou hoor, Michael, is dat je jezelf in een setting zet, in een omgeving zet, waarin je zo kunt zijn en zo kunt, zeg maar, hè? Dat is wat ik hoor. Ja, ja. Nou, daar heb je ook gelijk in. We hebben er wel voor gekozen. En daarom zeg ik soms wel eens van, ik heb makkelijk praten vanuit die optiek. Wij leven redelijk ver weg van de grote wereld. We leven afgezonderd. Met op een afstand een klein dorpje. We wonen redelijk ver van de bewoonde wereld. Dat is anders dan wanneer je in de stad woont en elke dag met heel veel mensen te maken hebt. Dus op basis daarvan leven we al een ander leven. En daar hebben we bewust voor gekozen. En gelukkig zijn we in de omstandigheden dat we die keuzes kunnen maken. Maar het betekent wel dat onze manier van leven iets anders is dan voor de meeste mensen. Dat besef ik me ook heel goed. Dus daarom zal je mij nooit hele radicale uitspraken horen doen, waarvan ik weet van ja, dat geldt voor mij, maar dat kan natuurlijk niet voor iedereen. Maar ja. Oh, mag ik daar nog even iets op toevoegen? Want in je boek schrijf je: gedachten en karakter zijn één. Een karakter kan zichzelf alleen ontwikkelen en uiten door de omstandigheden van de buitenwereld. De omstandigheden in de buitenwereld zijn heel nauw verbonden met elementen uit je innerlijke leefwereld. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. De uitdagende omstandigheden die je aantreft zijn ingrediënten voor jouw verdere groei. Maar wat is dan het beste om te doen? Begin je dan bij de buitenwereld te veranderen? Of ga je juist je innerlijke leefwereld veranderen? Kijk, je kan de buitenwereld niet veranderen. Dit is onmogelijk. Dit is nee, maar aanpassen, hè? Want je kan niet aanpassen. Maar je kan wel zeggen, als je midden in de stad woont en je woont helemaal gek van die prikkels, dat je zegt, kan je veranderen. Dus fysiek kun jij jezelf op een andere plek zetten. Ja, precies. Maar dus ik kan mijn omgeving veranderen. Maar mijn buitenwereld, met buitenwereld bedoel ik eigenlijk mensen. Oh zo, ja, oké. Okay. Ik kan niet andere mensen veranderen. Nee, dan snap ik hem. Ja. Nee. Maar ik kan wel veranderen hoe ik naar mensen kijk en hoe ik met anderen omga. Ja, die snap bijvoorbeeld ik. Een praktijkvoorbeeld. Ik heb best wel lang een hele lastige relatie met iemand gehad waar we continu in conflict waren. En dat hield maar niet op. Dat heeft jaren geduurd. Totdat ik niet meer ging vechten. Totdat ik de weerstand weghaalde. En ineens, vanaf dat moment, was er geen weerstand meer. En was er geen conflict meer. Doordat ik anders ben gaan kijken naar die persoon. En dus ook anders ben gaan reageren. Ging die persoon anders op mij reageren. En nu kunnen we prima met elkaar door één deur. We zijn geen goede vrienden, maar er is geen conflict meer. En dat zou voor heel veel mensen mooi zijn om te doen. Maar dan moet je wel even iets los kunnen laten dat jij altijd maar gelijk moet krijgen en wilt winnen. En je moet jezelf even aan de kant zetten en voor je gevoel misschien denken dat je even de verliezer bent. Maar uiteindelijk merk je dat je daardoor allebei wint. Ja. Ja, nee, ik herken het. Ik heb een puber in huis. En actie en reactie en ontploffing, zeg maar. Dus het is, als je dat verandert, dan ja, nee, ik snap dat. Ja, heel goed. Marianne, had jij nog meer? Heb jij nog meer vragen? Oh, 1001. Ja. Oh. Ja, we hebben nog een wachtrij op het podium. Ja, daarom, nee, ik wil Michael bedanken. En moet ik dat even zeggen. Wat ik bij hem voel, is dat hij voor het grotere geheel iets wil veranderen. En dat soort mensen, dat. Want ik zal je eerlijk zeggen, ik had even wat weerstand. Ik denk, oh Michael, wat moet ik daar weer gaan luisteren? Oké, ik ga het eens doen. Ja. Maar ik ben open ingegaan, ik heb het aan de kant gezet. Ja. De ene zin die je me vorige week meegeraakt hebt, was, het ging over wel of niet vaccineren. Mm-hmm. En die tweedeling. En toen zei je de zin, we willen allemaal hetzelfde. We willen allemaal een gezond leven. Ja. En toen dacht ik, dat is het precies. We willen allemaal gezond leven en dat willen we allemaal op onze eigen manier. Dus daar had je me mee geraakt. En toen dacht ik, nou, ik ga eens hier luisteren. En het voelt oké. Okay. Waar ik zelf aan te werken heb om deze weerstand weg te werken. En daar heb je me mee geholpen. Dus dank je wel. Dank je wel voor wat je doet. Heel aardig. Heel aardig van je. Ik merk dat vaker, hoor, dat mensen bij mij wel redelijk snel in de weerstand schieten en allerlei oordelen of
beelden hebben. En dat mag, dat begrijp ik ook wel. Als je kijkt naar de werkelijkheid, bekijk je die vanuit een bepaalde positie. Stel dat je zegt, de werkelijkheid is een bal die we op de grond leggen. En we gaan in een cirkel zitten. En we bekijken die bal allemaal vanaf een andere kant. En die bal die heeft allemaal gekleurde stippen. Dan zou iedereen een andere bal zien. En zo zien we de werkelijkheid dus ook allemaal anders. En zo zien we mensen en andere mensen ook allemaal anders. Dus er zijn mensen die alleen maar mijn fantastische kanten zien en me helemaal ophemelen. En andere mensen zien de kanten die ze niet fijn vinden, wat vaak triggerpoints bij hunzelf zijn. En branden me daardoor helemaal af. Dus dan krijg je twee verschillende perspectieven die allebei een puzzelstukje zijn van wie ik ben. En als je alleen maar het ene puzzelstukje van iemand kunt zien, dan kun je het grote geheel niet zien. En dit is ook vaak wat er gebeurt als je een conflict met iemand hebt, met een partner of een ex, of met ouders of met je kinderen. Je ziet maar alleen dat gedeelte waar jouw aandacht op is gericht. En dat zijn dingetjes die heb ik ook moeten leren. En dat is mooi als je dat ziet en dat kunt toegeven. Dat je denkt, mag ik daar dan een derde categorie aan toevoegen? Ja, zeker. De criticus. Die eerst kijkt en onderzoekt en dan er werkelijk van vindt. Maar dat is een beetje dat bewustzijn. Dat voordat je gaat reageren, eerst even het onderzoek doet. Ja, precies. Ja, mooi. Dankjewel. Wat een inzicht, Marianne. Fantastisch. Ermien, heb jij een vraag voor Michael? Hi, goeiedag. Hi, Michael. Ik heb niet zozeer een vraag als iets wat ik heb ondervonden. Ik heb vorig jaar jouw Roadmap to Success gedaan. En halverwege kwam ik er eigenlijk achter. Want toen zei je natuurlijk, wat is jouw mooiste leven? Hè? Beeld het je in en zo. En toen ineens realiseerde ik me dat ik gewoon eigenlijk mijn mooiste leven al leef. En dat heeft me zoveel rust gegeven. Want ineens realiseerde ik me gewoon, het is goed zo. En ik zeg niet dat ik uitgeleerd ben of... He, want ik heb bijvoorbeeld, daarna ben ik met hypnosetherapie begonnen. Ik heb ook mijn weg gezocht, maar ik vond het zo mooi eigenlijk dat de conclusie was van, ja, ik hoef niet op die manier, wat jij dus die handvatten, eigenlijk deed ik dat eigenlijk al dus onbewust, denk ik. Ja. En dat was eigenlijk de realisatie en dat vond ik zo mooi. En ik wou dat gewoon even aan je meegeven, dat jij daar toch... Ja, mij daarin hebt laten zien dat het gewoon oké is. En dat ik eigenlijk al daar ben. Ja, mooi toch? Ja, super. En ook dat dankbaarheid leven, teruggeven, dat soort dingen. Dat ik dat eigenlijk al bewust heel erg deed. En ik vroeg me eigenlijk af, heb je dat dan vaker in je... want je hebt eigenlijk over, als ik jou hoor praten, is het altijd wel... Dan lijkt het wel of de hele wereld eigenlijk de weg kwijt is. Wat natuurlijk ook wel grotendeels is, denk ik zo. Maar heb je dat als vaker gewoon dat je dit soort reactie krijgt? Van god, eigenlijk is het wel super. Ik heb het eigenlijk heel goed voor elkaar. Want, ja. Ja, dat is wel een minderheid. Maar die mensen, zoals jij zegt, die zijn er zeker. En niet de hele wereld is natuurlijk de weg kwijt. Maar een groot deel van de wereld is wel zoekende. Ja. Dat zijn kinderen, gewoon kinderen. Tot aan, ik coach mensen, ondernemers van 50, 60. Die zakelijk heel succesvol zijn. Soms wel honderden bedrijven hebben. Maar toch graag met mij praten over andere zaken. Zoals in balans leven of omgaan met zichzelf. Dus we hebben allemaal stukjes. Hè. Het is niet dat het leven van iedereen een puinhoop is en dat ik moet proberen de wereld te redden. Dat is het zeker niet. Maar iedereen heeft wel zijn eigen dingetjes. En bij de een is het, ik wil juist met mijn ondernemerschap wat meer doen. De ander wil meer met zichzelf aan de gang. Met die emoties leren omgaan. Zelfvertrouwen. Iemand heeft een droom, die wil die waarmaken. Ja. Het is meestal een stukje, niet het totale pakket waarvan je zegt van, nou, ik moet met alles aan de slag. Sommige mensen ook wel. Ja, sommige mensen zeggen, joh, ik heb het eigenlijk helemaal prettig. Ik heb het ook prettig. Ik vind het heerlijk. Ik vind het fijn om te leren. Maar het is goed zoals het is. Ja. Dat is ook belangrijk. Dat je ook wel kunt begrijpen dat het af en toe goed is. Dat je niet altijd maar meer hoeft. Ja, precies. Dat was echt... Want grappig, toen ik eraan begon, had ik dat echt een beetje die onrust. En ineens klikte dat. Waar heb je het over?
Ja, heel mooi. Dus sindsdien leef ik ook veel rustiger. Ja. Ja. Nice. Dat is een belangrijk inzicht. Ja. Mooi. Ja, ja. Dus dank je daarvoor, dat wil ik even zeggen. Dank je, Armin. Nou, dank je wel. En dan hebben we Shanti op het podium. Wat leuk, Shanti, dat je er bent. Hoi. Ja, je bent een week te vroeg. Nee. Ja, ik dacht, ik ga toch nog een keertje luisteren. En ik was blij verrast met het gesprek wat jullie hebben. Ik zal me even toelichten mijn opmerking. Ja. Want volgende week hebben we Shanti bij ons in de boekenclub. Dus vandaar dat ik nu even zeg, je bent een week te vroeg. Maar, net, dus, maar stel je vraag, stel je vraag. Ja, thanks. Ik heb allemaal dingen horen zeggen die ik niet zo vaak hoor. En die ik heel verfrissend vind. Zoals als je kan zwemmen, betekent het nog niet dat je zwemleraar moet worden. Of dat je niet moet vastklampen aan één leraar. En deze vond ik echt bizar mooi. Dat de meeste mensen niet zelf denken. En het laatste wat ik ook prachtig vond, is dat je zegt dat het schoolsysteem achterhaald is en wel op de schop kan. En ik vroeg mij toen jij. Ja, ik hoor niet zo vaak al deze dingen uit één mond van iemand anders. Want ik geloof er zelf ook in, wat je net allemaal hebt genoemd, die dingen. En ik vroeg me toen af, hoe kom je aan die manier van denken? Want hij is, ja, je zou, tenminste, het zijn allemaal mijn termen, een dwarsdenker, een kantelaar. Het is anders dan anders. En ik was benieuwd van, ja, hoe ben je zo geworden? Of wat heeft jou zo gemaakt? Want het is niet dat je, het lijkt niet heel erg op de mainstream. Dus dat is mijn vraag. Mooi. Ja, ik ben zo geworden door te doen wat ik heb gedaan en mee te maken wat ik heb meegemaakt. Maar wat ik net ook al zei, ik heb zelf veel leraren. En met leraren bedoel ik aan de ene kant dus echt mensen die ik als leraar zie, waar ik naartoe ga als leraar, of waar ik een afspraak maak en waar ik de leerling ben. Maar ik heb eigenlijk al vanaf dat ik jong was, toen ik een jaar of 18, 19 was, had ik best wel wat mensen in mijn omgeving die 50, 60, 70 waren. Dus ik ben nu 51, dus mijn leeftijd nu. En die zag ik echt als oud en wijs. En daar luisterde ik heel graag naar. Zonder dat ik daar nou iets van vond. Ik had daar gewoon altijd heel veel respect voor. Want ik vond dat die mensen succesvol waren in hun leven. En ik vond ze een voorbeeld. Dus ik heb heel veel geluisterd naar die mensen. En later merkte ik dat je van iedereen iets kan leren. Want als jij op straat iemand tegenkomt of in je dagelijks leven die iets zegt of die reageert op een bepaalde manier en jij reageert op een bepaalde manier. In het begin heb je dat niet, maar later in mijn leven dacht ik van, hey, waarom gebeurt dit nou? Waarom reageer ik zo? Waarom denk ik dit? Waarom voel ik dit? Waarom doet die ander nou dat? Nou ja, dan ga je daarin verdiepen en dan ga je boeken lezen en dan ga je Jung bestuderen en dan ga je Rumi bestuderen en dan ga je heel veel van die oude filosofen bestuderen. En ik heb heel veel van Alan Watts geleerd. Ja, en ik doe dit nu al 30 jaar. Dus door de jaren heen bouw je daardoor wel wat ervaring mee op. Plus dat ik wel het idee heb dat ik heel erg in verbinding met de bron leef, waardoor ik gewoon heel veel doorkrijg. En niet alles hoef te leren, maar ja, dit klinkt zo zwevig, maar de antwoorden zijn er al, de inzichten zijn er al. Je moet het alleen toelaten. Dus ik kan vaak ook als ik mensen coach, kan ik ze heel makkelijk coachen. Omdat als ik voor ze sta, of ik doe het ook online nu, dan krijg ik gewoon dingen door. En 9 van de 10 keer klopt het allemaal. Dus het is gewoon zuiver leven. Maar dat is niet iets wat ik in het begin ook had. Dus wat je zegt, van hoe ben je zo geworden? Door dat te doen en te blijven doen en daarmee bezig te blijven. En je te blijven verdiepen. En natuurlijk zelf het te doorlopen hebben. Want ik begrijp, als ik de opmerking maak, de meeste mensen denken niet. Nou, dat werpt een enorme weerstand op. En dat doe ik niet om recalcitrant te zijn, maar omdat ik weet dat dat een feit is. En daar krijg ik weer een bak ellende over me heen. Want dan heeft iedereen er een mening over. En dat is goed. Want daardoor hoop ik dat mensen gaan nadenken. Niet alleen maar ellende spuien, maar gaan nadenken waarom ik dat dan zeg. En ik heb meerdere leraren gehad die dit hebben gezegd, want ik heb dit niet bedacht. Die zeiden, ja, de meeste mensen denken niet. Jij denkt ook niet. Nou, als iemand dat tegen jou zegt, hoezo denk ik niet?
En ik ben de hele dag aan het denken. Nee, jij piekert heel veel en je maalt heel veel. Maar denken is een vaardigheid om oplossingen te creëren. En dat is niet wat je doet. Dus als die mensen dat soort dingen tegen je zeggen, en ja, de eerste 3-5 jaar ga je daar tegenin. Ik heb hele geduldige leraar gehad die dat hebben volgehouden. Want die wisten natuurlijk al lang dat ik geen gelijk had. Tot de dag kwam dat ik zei, joh, je hebt gewoon gelijk. En het is wel mooi als je dat tegen je leraar zegt die dat al jaren weet. Dat je dan toch zegt van ja, je had gewoon gelijk. Ik heb eigenlijk nooit nagedacht. Ik deed maar wat en ik vind maar wat. Maar nu ga ik nadenken. Ja. Ja, mooi. Ik ben blij dat je niet alleen je leraar noemt, maar ook dat je zegt dat je zelf eigenlijk alles al weet of dat je het door kan krijgen en door het gewoon te doen. Dus ik vind dat een hele mooie combinatie van elementen die tot zoiets moois leiden. Dank je wel daarvoor. Ja, dank je wel. Mooi. Michael, ik heb nog even een vraag aan jou. Er staan 3 mensen op het podium en ik heb nog 2 mensen die een vraag hebben die nog omhoog willen komen. Hoeveel vragen wil jij nog behandelen? Laten we er nog 2 doen, want ik zie dat hier ook wat mensen op mij zitten te wachten inmiddels. Maar mogen de mensen die nu op het podium staan nog een vraag stellen? Nou, ik zou nog 2 vragen willen doen. Laten we zeggen, als we nog 10 minuten hebben, dan ronden we het af. Dus wat we in 10 minuten kunnen doen. Oké, nou Lorenzo, gast erop. Goedemiddag. Dankjewel dat ik ook hierbij aanwezig mocht zijn. Michael, dankjewel voor de woorden wat je zojuist hebt hebt gezegd. Ik heb een vraagje ook betreft het onderwijssysteem. Mm-hmm. Ik ben zelf 27 jaar jong. Ik begon met jouw eerste boek, Master Your Mindset. Daar heb ik heel veel uitgehaald. Hoe kunnen we inderdaad, of eventueel natuurlijk de overheid ook zorgen, dat het onderwijssysteem inderdaad zo wordt aangepast of gedaan zoals, of welke vakken juist, om ook op jonge leeftijd al zo te gaan denken en te gaan doen? Nou, door het te doen. Ja, precies, want ik ben zelf ook ondernemer. Als je gaat ondernemen, ga je dingen doen wat je eigenlijk niet op school hebt geleerd. En dat vind dus je moet het gaan doen. Kijk, ik zou niet op een overheid wachten die met alles veel te laat zijn. Ik zou me zeker niet afhankelijk opstellen. Doe het, onderneem. Maar hoe gaan we dan ook die docenten... Gaat gewoon met een paar gasten in de klas. Zeg je, willen jullie dit ook? Ja, dan spreek je dat af. Dan zorg je dat je de meerderheid in de klas hebt. Ja, en willen ze dat niet, dan verander je het systeem niet. En willen ze het wel, dan zeg je tegen je docent, laten we eens met z'n allen gaan praten. Wij willen dit graag. Nou ja, dan moet de docent uiteindelijk wel mee met de verandering van het systeem. Die moet van onderaf komen, niet van bovenaf. Mooi. Ja, precies. En wat zou je dan aan die docenten mee willen geven? Tenminste, wat moeten ze communiceren aan de jongeren? De mindset? Of wat jullie willen. Precies, oké. Jij moet de vragen stellen waar jij antwoorden op wil krijgen. Dat worden de vraagstukken en de lessen waar les in gegeven moet gaan worden. En het is aan de docent om die kennis of te delen of op te zoeken en te zorgen dat die kennis bij jullie aankomt. Interessant, interessant. Dank je wel. Ja, dank je wel voor je vraag. Michel, jij hebt vast ook een mooie vraag. Nou, dat hoop ik dat die mooi is. Het is ik heb gebiologeerd geluisterd deze ochtend. Ik vond het een interessant verhaal. En ik heb een vraag aan Michael. In hoeverre datgene wat hij verkondigt verschilt ten opzichte van alle religies die we hebben? Ik denk niet veel. Dus eigenlijk als we de Bijbel lezen, er staan hetzelfde in als de 2 boeken die je beschrijft. Als je goed leest, in grote lijnen wel. En als je de Bhagavad Gita leest en de Tao Te Ching, mm-hmm, en meer van dat soort boeken, dan zie je allemaal gelijkwaardige denklijnen. Het enige verschil tussen religie, godsdienst, is dat mensen hun god hebben bedacht. En zich hebben toegeëigend dat zij spreken in de naam van die god. En ik denk dat die god
dat niet zo bedoeld heeft. Maar dat is mijn visie. Ik geloof in een universele kracht... waar er één van is met vele namen. En dat is ook prima, dat we dat allemaal een andere naam geven. Dat is goed. Maar het is raar dat wij... met die verschillende visies die we hebben over hetzelfde... ruzie maken over wie daar gelijk over heeft. Begrijp je wat ik zeg? Ja, zeker. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar als je, ik weet, als je heel veel in de Bijbel leest... zie je erg veel overeenkomsten met wat ik roep en met wat ik schrijf. Ja, klopt. Ja. Mooie vraag. Wat is het vernieuwende wat jij dan inbrengt in die geschriften? Nis. Oké. Okay. Ja. Nee, alleen... Andere, misschien net iets anders. Als mensen na duizenden jaren nog niet begrijpen wat er in een boek staat... heeft het geen zin om een ander boek te gaan lezen. Dan moet je net zo lang blijven bestuderen... totdat je dat boek begrijpt. Mm-hmm. Als mensen tegen mij ook zeggen van... ja, heb je ook vervolglessen, heb je dit, heb je dat? En ik zeg, nou, heb je alles al gedaan wat ik je heb geleerd? En heb je alles al bereikt? Ik denk het niet, want het is bijna onmogelijk. Dus er zijn geen vervolglessen nodig. Het leven is de vervolgles. Ja. Ja, mooi. En daar zit dan ook wel gelijk een paradox in natuurlijk. Want als je zegt, leef je mooiste leven. En je moet heel veel dingen. Dan weet ik niet of dat nou het mooiste leven is. Ik denk dat heel veel mensen problemen hebben met dingen moeten. Omdat ze anders misschien voor zichzelf de lat zo hoog leggen. Dat ze daar weer last van krijgen. Ja, het mooie is dat jij bepaalt wat moet en niet moet. En niemand anders. Dus als jij bepaalt dat je niet hoeft te moeten, dan is er niks aan de hand. Maar als jij denkt dat je van alles moet door anderen, leef je niet je eigen leven. Dan word je geleefd. Ja. Daar zit het probleem. Oké. Okay. En welke rol speelt acceptatie en zelfacceptatie daarin? Dat is heel belangrijk. Je moet dingen accepteren zoals ze zijn. En als je ze niet accepteert en je wil ze veranderen, doe dat dan. Lukt dat niet, accepteer het zoals het is. Het is het een of het ander. Het kan wat bot zijn, maar het is zoals het is. Nee, ik ben met je mee. Ja, maar acceptatie is niet altijd makkelijk. Maar maakt het daarna wel een stuk lichter. Ja, mooi. Hier komt weer het stukje zelfkennis ook naar voren. Absoluut, ja. Daar absoluut. Ook van. Ja, mooi. Ja. Dankjewel, Michel. Nou, tot slot Elmer. De laatste. Yes, goedemorgen. Hallo. Goedemiddag is het. Ik heb even een vraag. Ik ken jou natuurlijk vanuit het verleden op de radio voornamelijk. Ik heb zelf bij dezelfde werkgever gewerkt, ook 538. Ik vroeg mij af, heb jij nog radioambities naast hetgeen wat je nu doet? Nee. Helemaal klaar? Ja? Nee. En waarom niet? Ja, ik zou niet weten waarom wel. Nou, omdat je zo bent begonnen misschien, of omdat je hart daar nog zou liggen? Ja, ik zou echt geen antwoord op deze vraag kunnen bedenken. Gewoon, ja, niet, ja. Okay. Klinkt een beetje zo van, zou je nog terug willen naar het huis waar je 30 jaar geleden hebt gewoond? Nee, want ik woon nu hier. Of zou je nog terug willen naar je eerste vriendinnetje? Nee, dat is heel lang geleden en ik heb nu een andere relatie. Dus, ja, ik hou van radio, ik vind het fantastisch. Ik luister er overigens nooit meer naar. Dus ja, misschien is mijn... Heb je afscheid wel genomen? Ja, misschien is dat het wel. Ik vind het fantastisch om ermee bezig te zijn. Ik heb nu weer een waanzinnige studio en... ja. Ik heb weer een Optimot en een Symmetrix en we zijn bezig om de zaterdag... Oh, wacht even, dit is DJ-taal. Dat vind ik heel leuk om te doen. Ja. En op die manier maken we de mooiste sound voor de meditaties... en ik maak muziek voor de meditaties. Maar radio maken aan zich, nee, dat is... Okay. Nee, dat, niks meer. Nee, voelt niet meer zo. Nee, okay. Dankjewel. En mijn laatste korte vraag is... Ja. Wat zou jij nog willen leren in jouw reis of ontdekking hier op aarde? Zoveel mogelijk. Zelfinzicht is denk ik een oneindig levensproces. Dat is belangrijk. En uiteindelijk is er natuurlijk een hele grote vraag van... Ja, waarom? Waarom doen we dit allemaal? En wat... Wat is daarvan de reden? Waarom maken we ons elke dag druk? Waarom staan we op? En dan moet ik ook zeggen, je moet het niet continu zo groot maken... want dan verzink je ook
geniet gewoon van vandaag en geniet van morgen en doe dat. Maar het zou fijn zijn om iets meer te begrijpen wat de reden is dat je hier 80 jaar elke dag druk bezig bent. Ja, ja. Oké, dus zelfinzicht heb jij het over. Ja, ja, denk het ook. Okay. Ja. Mooi, nou dankjewel. Dankjewel. Iedereen op het podium, heel erg bedankt voor jullie vragen stellen. Michael, we hadden nog bedacht dat je nog een stukje ging voorlezen. Wil je dat nog doen of zeg je nou, ik wil het gewoon graag afsluiten? Ik zou zeggen, lees het zelf. Ja? Je bent zoals je denkt. Ik heb een lang voorwoord en een lang nawoord. Wat zeker de moeite waard is, maar ook de rest van het boek. Lees het zelf. Zoals gezegd, ik ga het inlezen als luisterboek. Zo snel mogelijk in de Meditation Moments app verkrijgbaar. En ik ga hier even door met de dag. Ja. En de dingen die we hier moeten doen. Ja, want ik wil je heel erg bedanken. Want we zijn echt dik anderhalf uur bezig. En ik wil je bedanken voor je tijd, voor je energie, voor je inzichten. Ik denk dat ik namens iedereen op dit vlak kan spreken. Voor de rest durf ik me daar niet aan te wagen. Maar ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage in de Boekenclub. En ik hoop dat jij, want ik hoorde dat je met Master Your Mindset 2 bezig bent. Of een ander roman. Nou, in ieder geval, blijf die boeken schrijven. Ik geniet er enorm van. Dankjewel. En dank voor het luisteren, iedereen. Dankjewel. Fijne dag. Yes, hetzelfde. Karin, heb jij nog iets te zeggen? Nee, dankjewel. En een fijne dag. Nou, kijk. Dan, en weg is die. Ja, we kunnen het nawoord voorlezen. Ja, ik wil het best doen, hoor. Of wil jij het doen? Nee, ik heb hem voor me. Nou, ga je gang. Want hij is best wel passend eigenlijk. Ja. Je hebt stof tot nadenken. Dat is ook de bedoeling van dit boek. Het is onze wens dat je de lessen uit dit boek toepast in je eigen leven. Om een rijker bestaan te creëren. Om je steeds verder te ontwikkelen. En om uiteindelijk je mooiste leven te kunnen leven. De bron staat tot jouw beschikking. Alles wat je nodig hebt voor het waarmaken van je dromen is aanwezig. De natuur zal je helpen. Mensen zullen voor je klaarstaan. Maar dan moet je wel de keuze maken. Niet morgen, niet over 5 jaar. De tijd is nu. Het bewustzijn over je ware potentie komt met een verantwoordelijkheid. Je zou het een missie kunnen noemen. Geen ander dan jij is in staat om je verder te brengen. Geen mens of macht is verantwoordelijk voor jouw lot. Er kan van alles op je pad komen. Het leven kent gelukkig vele verrassingen. Maar uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wat voor jou betekent. Door middel van jouw denkwijze. Het zijn kansen of keiharde muren, afhankelijk van hoe je denkt. De verborgen tuin van gedachten kent maar één meester. En als je niet tevreden bent met de resultaten die je boekt, is het waarschijnlijk bevrijdend om te zien dat je die eenvoudig kan aanpassen. Niet door je te richten op dat er wat er misgaat, maar door je zaaigoed grondig te inspecteren. Wat voor zaadjes strooi jij uit over de gronden van je geest? En wat voor gedachten laat jij jezelf eigenlijk in? En als je niet toelaat wat je huis een zwijnenstal wordt, waarom zou je dat onkruid dan wel toelaten in je mind? De wet van aantrekking en creatie werkt altijd voor je, ongeacht je focus. Sta daarom altijd voor je dromen en niet maar voor half werk. Sta jezelf toe, niet toe lager te mikken dan wat je hart je ingeeft. Laat je niet beïnvloeden door anderen die overal een mening over hebben en vinden dat je normaal moet doen. Wanneer je daarin meegaat, vergooi je je kansen en verspil je de zaadjes van je dromen. Je mikt op dat wat haalbaar is in het ogen van anderen en vergeet een simpele waarheid. Alles is mogelijk waarin jij erin gelooft en niet opgeeft. Mooi. Heel erg mooi. En dan gaat het nog even een paar bladzijden door. Ja, ja, ik had eigenlijk het allerlaatste stuk had ik, wilde ik nog even benadrukken, maar ik weet niet, zou ik dat nog voorlezen? Ja. Bestudeer dit boek, draag het bij je totdat je alle ideeën en wijsheden volledig begrijpt en ook weet toe te passen. Het zal je geloof en zelfvertrouwen aansterken. Laat je niet misleiden door pessimisten of mensen met een negatieve of destructieve mindset. Laat je niet van de wijs brengen door wat anderen zeggen. Vertrouw op je innerlijke kracht, leef vanuit vertrouwen en vanuit liefde. Laat je leiden door wijsheid. Leef met het geloof dat alles wat je doet en denkt bijdraagt aan een groter en mooier leven. Weet dat je uniek bent. Ontdek je scheppend vermogen. Creëer het goede.
Luister naar de stem van je hart en besteed je tijd aan het overdenken van jouw visie. Besteed je tijd aan dankbaarheid en aan het bestuderen van dit boek. Het bevat alles wat je moet weten om een rijk en voldaan leven te creëren. Je mooiste leven. Michael en George. Nou. Wow. Wat passend. Dank je wel voor deze afsluiting. I love it. Kijk, nou, graag gedaan. We zijn ondertussen 1:50 onderweg. Hebben wij nog iets toe te voegen, Karin? Nou, nee. Eigenlijk niet. Nee, ik vond het fantastisch. En wat ik ook zo leuk vond, is dat Shanti, onze gast van volgende week, dat die alvast op het podium is. En we gaan het hebben over haar boek Schone Dromen en Fun. En ik ben heel benieuwd wat daarin staat. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik ben heel erg nieuwsgierig. Ja, het komt jullie kant op en ik hoop dat jullie ervan genieten. Het gaat over alles uit je leven halen en genieten. Dus ik denk dat het ook heel erg past bij de dingen die vandaag zijn besproken. Ja. Alleen weer vanuit een ander perspectief. Dankjewel voor de aankondiging. Nou, mooi. Dankjewel. Ik denk dat we hem dan gaan afsluiten, Karin, of niet? Yes. We gaan komende week aan de slag. Vond je het nou superleuk en wil je ook meedoen? Elke week lezen we een boek en bespreken we hem om 11:00 in de boekenclub. Druk dan linksbovenin op de boekenclub, op het groene huisje en op volg. Dan zie je alle boeken die we wanneer in welke volgorde we lezen. En ik kijk ernaar uit, Shanti, volgende week. Pauline, ik spreek je. Ja, het was een hele inspirerende room vandaag, vond ik. En, dat is ook in de Pauline, dat is ook mooi om te zeggen. Wat zeg je? Er zijn het veel nieuwe mensen in de room, is ook mooi om te zeggen. Ja, ja, ik denk ook dat Michael heeft natuurlijk zoveel kennis en die geeft zoveel inspiratie ook in zijn masterclasses. Dat, ja, ik vind het gewoon heel fijn om te zien dat de room in ieder geval heel druk was. En ja, en dat het ook, ik hoop dat het heel veel mensen inspireert, want uiteindelijk doen we het daarvoor natuurlijk. En mijn missie om mensen aan het lezen te krijgen, al is het met 5 pagina's per dag. Ik hoop dat, het hoeft niet zijn boek, maar het mag natuurlijk wel. Het is voor hem heel leuk. Hij is al aan de derde druk bezig. Ik hoop dat iedereen zijn boek gaat lezen. Dat is eigenlijk wat ik hoop. Dus dan gaan we nu de room afsluiten. Ik wens jullie allen nog een fijne zondag. En inderdaad, tot volgende week zondag om 11:00 hier op Clubhouse. En veel leesplezier deze week. Wat ontzettend tof dat je deze hele podcast...